Geachte aanwezigen, het is 19:30 geweest. Ik wil graag de vergadering openen. Van harte welkom, college. Aangeschoven is meneer Pieter-Jan van Zanten. Welkom in ons midden, een tijdje geleden. Fijn dat u er bent. We hebben een afwezigheidsmelding meldingen ontvangen van meneer Wildvank. Meneer Broeren zal nog aanschuiven. Wat heet, hij komt eraan. En meneer Rooijakkers van D66 wordt vervangen door de heer De Graaf als commissielid. Welkom in ons midden. Welkom op de publieke tribune, mensen op de tribune. En daarmee heb ik agenda punt 1, de opening, gehad. En gaan we over naar agenda punt 2, en dat is het spreekrecht van burgers. Er hebben zich geen burgers aangemeld om in te spreken. En daarmee is ook agenda punt 2. Gaan we over naar het vaststellen van de agenda. En ik stel voor om de agenda zo te behandelen zoals die wordt voorgesteld. Tenzij daar opmerkingen over zijn. Ik zie instemmend geknik. Daarmee stel ik de agenda vast namens u allen. Naar agenda punt 4. De organisatieontwikkeling van de RUD IJsselland. En meneer Pieter-Jan van Zanten, ik zei het net al, is aangeschoven als directeur van de regio moet ik het goed zeggen, regionale uitvoeringsdienst. IJsseland. En hij zal eventuele vragen, voor zover u die heeft, beantwoorden vanuit de raadscommissie. De RUD IJsseland is in het najaar van 2015 gestart met een transitieproces op weg naar een gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2018. En er zijn verschillende momenten van besluitvorming voor nodig en ook voor ons als raadscommissie of gemeenteraad in dit geval. De raad wordt nu geïnformeerd over de ontwikkelingen. En na de zomer komt de raad weer aan zet bij de verdere besluitvorming. Dit onderwerp staat informerend op de agenda. En in principe behandelen we dat in één ronde. Dus uw vragen kunt u met uw opinie in één keer geven. We proberen samen te vatten namens u en zullen eventuele aandachtspunten meegeven. Wie heeft vragen en wie mag ik het woord geven over zijn of haar opinie namens de fractie? Ja, meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik had eerst een paar vragen, als dat mag. We gaan het in één ronde behandelen, meneer Uitslag. Dan stel ik toch een paar vragen. Eerst misschien dan toch een opmerking dat we pas als raad hebben afgesproken hoe we als raad met verbonden partijen om willen gaan. Dat we primair het college willen aanspreken op hoe ze het organiseren. Hè, en dat wij de afspraken met het college maken. Wat mij betreft is ook de vraag, misschien, ik weet niet goed aan wie, hè, misschien wel aan het college. Hoe moeten wij deze bijeenkomst nu zien? Maar nu de directeur toch aan tafel zit van de RUD. Twee basisvragen. Misschien wel beginnen met een gewetensvraag. De RUD is eigenlijk gedwongen opgelegd vanuit het Rijk, waar een andere organisatie is gekozen initieel. En de gewetensvraag aan de directeur, misschien ook aan de wethouder, of zij dit nu zien als een verbetering, als een noodzakelijk kwaad. En het tweede, voor mij, maar misschien, ik verwacht van een heleboel andere mensen, welke taken gaat de RUD nu precies gaan doen? En welke blijven bij de gemeente achter? Met andere woorden, waar moeten wij onze pijlen op richten? Dat is tevens uw opinie, meneer Uitslag. Ja, voorzitter, het is natuurlijk wel ongelukkig om nu al te zeggen, als ik straks te horen krijg dat ze het echt helemaal niks waard vinden enzovoort, dat nu gaan zeggen, goh, wat een prachtig stuk. Hè? Dat zult u begrijpen. Maar als de antwoorden positief zijn, dan zijn wij ook positief. Is dat voldoende opinie? Dank u wel voor uw opinie, meneer Uitslag, en ook voor uw toelichting daarbij. Wie kan ik verder het woord geven? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het in één keer proberen te doen. Dank voor de heldere notitie. Zoals mijn voorganger ook al zei, het gaat hier om een wettelijke verplichting. Dus daar hebben wij vanuit deze stoel verder geen oordeel over. Wel blijft voor ons een punt van aandacht, zoals we ook al in de vorige commissie hebben aangegeven, de democratische legitimiteit. En daarom heb ik één vraag. En dat is, hoe houden wij als gemeenteraad grip op deze RUD? En dat gaat me er vooral om, van, kunt u eens voor ons schetsen hoe u die relatie ziet tussen gemeenteraad en RUD? En uw opinie is daarin vervat dan? Ja, daarin volg ik graag mijn voorganger.
Dank u wel voor deze aanvullende toelichting. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben een paar vragen, zeker opmerkingen over deze wending. Allereerst refereren we aan het rapport Verbonden Partijen. We zijn wel benieuwd naar van wat spreekt de directeur van de RUD daarin aan en wat vindt hij lastig daarin? En misschien is dat ook wel een politieke vraag richting de wethouder, maar voorlopig is de eerste ronde toch maar richting de directeur, dus vandaar. Tweede vraag is de effecten voor de gemeentelijke organisatie en de financiële effecten. Dat ligt wel een beetje in het verlengde van de vraag van de heer Uitslag van hey, welk takenpakket blijft hier nou en welk takenpakket gaat nu naar de RUD. En in het verlengde van het takenpakket zijn we ook wel benieuwd van wat de omgevingswet, die samenvalt op hetzelfde moment als de effectuering van de gemeenschappelijke regeling, wat dat nou voor effect heeft op dit veranderingsplan. En de laatste vraag die we hebben is, wat is de rol van de raad en welke keuzemogelijkheden heeft de raad? Dank u wel. Mag ik u ook vragen uw reactie te geven op de notitie zoals die voorligt, voorstel? Sorry? Wilt u ook uw opinie geven? Ja, als we het hebben over een wettelijke kader, dan hebben we niet zo verschrikkelijk veel keus. Vandaar ook onze vraag van welke keuzemomenten, welke keuzemogelijkheden heeft de Raad überhaupt nog? Ik schat in dat het voornamelijk in het takenpakket en de financiën ligt en daar gingen ook onze vragen over. Voor de rest zullen wij uiteraard de gemeenschappelijke regeling als een gegeven aanvaarden. Dank u wel voor deze toelichting. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We hebben ook een paar vragen. Het RUD bestuur en het college van BMW heeft op 8 maart al een sessie gehad. Maar alles is nog lang niet bekend. Dat kon je ook in een stuk lezen. Behalve de collectieve kosten voor DAL zijn 41.000. En ja, de vraag, we kunnen niet weer terug. Het is een verplichting, dus wat dat betreft moeten we hiermee door. Maar ja, onze vraag is wel, worden we er nu als Dalsen echt beter van of moeten we bijpassen? En er staat ook nog iets in over de overheveling van de gelden van de balansen van de gemeentes en provincies die dan, dit gaat naar de balans van de gemeenschappelijke regeling. Gemeente die veel heeft moet dus veel betalen. Of hoe wordt dat geregeld? Want iemand die niks inbrengt, die komt er dan erg goedkoop vanaf. Misschien kun je daar ook nog iets van zeggen. Of blijft dat geld geoormerkt waar het wegkomt? Dan de personele consequenties. Het personeel van de gemeente die nu hiermee bezig zijn, worden die één op één overgezet naar het RUD. En ja, Dalsen doet dat al, heb ik net begrepen, van de inkoop van diensten, bijvoorbeeld de drank- en horecawet. En ja, waarvan de controles nu bij veel gemeentes liggen. En ja, straks zal het RUD bij diverse gemeentes de drank- en horecawet overnemen. Hoe gaat u om met die verschillen? Een gemeente die dus niet aangesloten is bij het RUD, die denkt we laten zoals het is, die komt er ja, heel goedkoop vanaf dan. En iemand die aangesloten is bij het RUD, die heeft de controles vaak wel in orde, denk ik. Maar misschien kunt u daar ook nog even iets van zeggen. De verschillende. Dus tussen de gemeentes. Ja, er moet nog heel veel bijgeschaafd worden in deze 2 jaar. En hoe denkt u dat te realiseren? Want ja, het ligt nog niet allemaal op één lijn. Het is allemaal nog niet duidelijk. Dus heeft u in die 2 jaar tijd genoeg tijd om het op orde te krijgen? Dat was het. En de opinie is, ja, het is een verplichting. Dus als we af en toe nog eens een keer op de rem kunnen trekken, als de prijzen of de tarieven de pan uit of dat we iets kunnen zeggen van nou, hier zien we vanaf. Maar dat hoor ik graag straks van u. Dank u wel, meneer Raamaker. Rechts, meneer De Graaf, D66. Ja, voorzitter, ik beperk me tot de opinie. Vragen zijn er al gesteld. In een tijd waarin de centrale overheid decentralisatie van taken en diensten meer en meer aan lokale overheden overlaat, wordt in het geval van een prima functionerende regionale uitvoeringsdienst nieuwe regels gesteld. De huidige en goed werkende netwerkstructuur dient per 1 januari 2018 te zijn vervangen door een openbaar lichaam, met alle gevolgen van een reorganisatie inbegrepen.
Als ik het goed begrijp, willen de bestuurders en medewerkers vasthouden aan de huidige netwerkorganisatie en vooral aan de huidige manier van werken. Zij moeten noodgedwongen wel op zoek naar een nieuwe verpakking in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Opnieuw een transitie dus, wat de nodige capaciteit zal vragen van de organisatie. Er wordt ons een ongewenste administratieve last opgelegd in een tijd van deregulering. Wat betreft de voorgestelde gemeenschappelijke regeling onderschrijven wij de gang van zaken, zoals is vastgelegd in de nota verbonden partijen, waarbinnen de bevoegdheden en mandatering is geregeld. Wat voor ons echter het allerbelangrijkste is dat de werkvorm, zoals die in de netwerkorganisatie ook al bestond, voor een belangrijk deel behouden blijft. Voorzitter, de financiële paragraaf laat ik op dit moment even voor wat die is. Ook al is er sprake van een fors budget, deze bestaat in de transitieperiode voornamelijk uit gelden die al in de begroting zijn opgenomen. Mogelijk dat de transitiekosten daar nog wel bij komen. Wij wachten de verdere voorbereiding met belangstelling af en laten ons te zijner tijd graag opnieuw informeren. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schuring, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, wettelijke verplichting stond er op de tweede pagina. Een van de vragen daarin is waar ligt dan wel onze ruimte? Als die er überhaupt nog is, als raad, als Dalfsen. Dat neemt ook overigens onze opinie niet. Nou, het maakt niet zo heel veel uit wat we er verder van vinden, want het is een wettelijke verplichting. Hoogstens nog wat invloed uit kunnen oefenen over de vorm. Er staat in een van de stukken staat geschreven dat specifieke delen afwijken van andere RUTs binnen het RUT-IJsselland. En ik was eigenlijk wel benieuwd welke specifieke delen dat dan zijn. Waar wijken we dan zo ver van af? En er staat ook bij dat bij het opstellen van het bedrijfsplan identificeren we voor welke onderdelen en betekenisvol is om te leren van vergelijkbare RUTs. En ik was ook wel benieuwd welke RUTs dan het meest vergelijkbaar zijn. Om een beetje een plek voor onze RUT te kunnen vinden. Hoe zit het met de organisatieconsequenties in Dalfsen voor de gemeente? Nou, die is al wat vaker voorbij gekomen. En de aansluiting om de omgevingswet benoemd. En ik was wel benieuwd of daar al iets meer over te zeggen is. Omdat dat natuurlijk nog komend is. En dat is iets groots. Maar wel benieuwd of daar al een beeld over gevormd is. Ja, en verder, ik begon er al mee. Het is een wettelijke verplichting. Dus laten we het gewoon zo goed en zo positief mogelijk oppakken met z'n allen. Op lijn doorgaan. Dank u wel, meneer Schuring. Heel veel vragen. En ik wil graag het woord aan de wethouder geven, meneer Agricola. Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA die stipt aan hoe wordt er omgegaan met de verbonden partijen, omdat de recente kadernota is vastgesteld door de gemeenteraad. Ik kan u zeggen dat de recente kadernota verbonden partijen, die u als raad heeft vastgesteld, is verstuurd naar de RUD om deze mee te nemen in de huidige transitieontwikkeling. In ieder geval van daar zal de heer Verzanten straks nader op terugkomen. Want het is niet alleen een gebeuren wat in de gemeente Dalfsen speelt, maar ook zeer zeker in andere gemeenten. Is de RUD een verbetering of een noodzakelijk kwaad? Ik wil beginnen mee. Het is een noodzaak dat we dit gaan oprichten of hebben opgericht, want het was een wettelijke verplichting. Of het daadwerkelijk een verbetering zal zijn, ja, dat zal de toekomst uitwijzen. En wat voor taken er gaan in de RUD, dat zijn de milieuplustaken. En dan moet u denken aan toezicht en handhaving op milieugebied. De Partij van de Arbeid vraagt hoe houden we grip op de RUD? Met name u als raad. Wij als college zullen u blijven informeren over de gang van zaken bij de RUD. U krijgt van ons ook ieder jaar een VTH-jaarrapport. Daar zullen we u ook informeren over de gang van zaken. Maar tijdens deze hele opstap naar een GR zullen we u blijven informeren
zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan. En wij als college zijn altijd bereid, mochten er vragen over zijn, om die altijd te beantwoorden. De verbonden partijen, wat daarom ook de ChristenUnie naar voren bracht, dat zei ik zo net, daar gaat de directeur van RUD op terug, komt erop terug. En dan de financiële effecten van de organisatie. De raad die zal in de voorjaarsnota 2016 verder geïnformeerd worden over de financiële consequenties van de RUD-vorming. En natuurlijk daarna ook via de miljardenbegroting. Wat we wel weten is dat er een transitiebudget nodig zal zijn voor 2016 en 2017. En vanaf 2018 zal het budget naar de RUD-begroting overgeheveld moeten worden. En dat zal dan grotendeels overhevelingen zijn van bestaande budgetten. Maar u vroeg ook naar de personele consequenties en dat zal ook de bestaande formatie zijn. Maar daarover moet nog verder over gesproken worden met de nieuwe organisatie en de gemeente Dalfsen. En daarbij zit de heer Berens in het secretaris in overleg en ik namens de gemeente Dalfsen in het bestuur. Maar daar zal de heer Versanten straks ook nog even op terugkomen. Takenpakket ben ik al op ingegaan. Omgevingswet, hoe die zal lopen. Nou, in het hele voorbereidingen speelt omgevingswet, proberen we daar zoveel mogelijk in mee te nemen voor zover het mogelijk is. Organisatie Osborne die begeleidt het proces, maar ook zal de heer Versanten daar straks nader op terugkomen. Ja, en zijn de keuzes voor de raad. Het gaat over de milieuplustaken, over toezicht en handhaving. De bedrijven zullen moeten voldoen aan de wettelijke normen en kaders die gesteld zijn. Mochten er keuzes zijn op bepaalde zaken, dan zullen we als college bij onze raad daarop terugkomen. Dan de vraag van gemeentebelangen. Een aantal ben ik al op ingegaan, maar een aantal zaken, met name de beraadmaken wat u noemde over de drank- en horecawet, verschillen tussen de gemeenten, daar zal de heer Versanten op ingaan. Ja, de VVD zegt, ja, waar ligt de ruimte? Nou, het is een wettelijk gegeven, wij moeten eraan voldoen. Afwijking ten opzichte van andere RUD's, wij zijn begonnen als een netwerk RUD, zo werken we nog steeds. Er is een onderzoek geweest, heb je ook in de rapportage kunnen lezen, van de verschillende onderzoeken. En daar bleek dat de netwerken RUD net zo goed of soms beter werkte dan een fysieke RUD. Maar de staatssecretaris heeft ondanks dat toch besloten dat het allemaal fysieke RUD's moeten zijn. Dus, en dat advies is ook bekrachtigd door de Eerste en Tweede Kamer. Dus we hebben geen keus. Organisatieconsequentie die de VVD stelt, wat zijn het voor dat, ben ik ook al op ingegaan. En omgevingswet nogmaals, meneer Schuring, daar gaat de heer Versanten nader op in. Zover in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Zijn er nog vragen opengebleven, behoudens die door meneer Van Zanten nog worden toegelicht voor de wethouder? Mag ik meneer Van Zanten het woord geven om de nog resterende vragen te beantwoorden? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga proberen om, ik heb het even aangetekend wat de wethouder al beantwoord heeft, om de zaken die hij aan mij doorgeschoven heeft, om daar een toelichting op te geven. En ik hoor aan het eind wel of dat tot genoeg is en anders zullen er uiteraard nog vragen volgen. Ik kijk even naar het CDA. De vraag van de heer Uitslag was, is de GR nou een verbetering of een noodzakelijk kwaad? Dat moet natuurlijk uiteindelijk blijken. Of dat zo is, ik wil wel even terugverwijzen naar waar is dit eigenlijk om begonnen. Dat is destijds de vuurwerkramp in Enschede. Die heeft eigenlijk dit hele proces op gang gebracht. Waarin, en daar zijn ook een aantal andere zaken achteraan gekomen. Café Het Hemeltje memoreer ik aan. Ook tragisch natuurlijk. Instortende parkeergarages. Balkons die naar beneden komen. Die heeft eigenlijk bij het Rijk, de wetgever en ook naar aanleiding van het rapport van de commissie Mans in 2007 de aanleiding gegeven om te zeggen van wij gaan daar
toch die organisatie bij lagere overheden gaan wij, willen wij toch anders hebben. En dan is voor de helderheid aan de bestuurlijke bevoegdheden, ook van dit college, wordt niet getornd. Dat heeft het Rijk niet gedaan. Het enige wat ze in de wet gedaan hebben is dat ze gezegd hebben, wij willen dat de uitvoering op een andere manier belegd wordt. En daar hebben ze eigenlijk twee zaken op aangegeven. Het eerste is, we willen dat de kennis en de deskundigheid gebundeld wordt, zodat dat efficiënter is, dat de kwaliteit omhoog gaat. En het tweede is dat er enige afstand komt tussen de uitvoering, of zeg maar het bestuur en de uitvoering. En daarmee zit ook gelijk het punt, wat de wethouder ook al aangaf, dat ondanks het functioneren van en de positieve cijfers die we ook gekregen hebben, ik heb een aantal fracties er ook aan horen memoreren, de positieve cijfers die we toch gekregen hebben uit diverse evaluatierapporten, de toenmalige staatssecretaris toch van mening was dat omwille van die afstand een gemeenschappelijke regeling, die dus een grotere afstand heeft dan de netwerkvorm die we nu hebben, toch de voorkeur verdiende van het Rijk als het om de organisatievorm gaat. Ik kom zo nog even op terug van, want ik hoor een aantal fracties ook zeggen van wat betekent dat dan voor onze succesvolle manier van opereren nu? Hoe dichtbij kun je komen? Kom ik zo nog even op terug. Dus dat even als antwoord op de vraag van het CDA. Dan de ChristenUnie. De heer Nijkamp die vroeg van, ja, wat spreekt de directeur nu aan in het rapport verbonden partijen en wat is lastig? Nou zeg ik op voorhand, een directeur van een RUD is geen politicus. Dus ik ga wel een antwoord geven vanuit de inhoud. Want ik vind vooral dat het debat over dit soort zaken plaats hoort te vinden tussen het college en de raad in deze arena. Maar ik wil u best een voorzet geven over mijn mening, zeg maar een inkijk in mijn mening. Ik denk dat Dalfsen hier een flinke slag geslagen heeft, een flinke stap voorwaarts gegaan is in het moderniseren van de verhoudingen tussen raad, college en uitvoeringsorganisaties. Want laten we wel zijn, de RUD, ik zit hier nu bij u aan tafel, maar ik denk dat de voorspelling durf ik hier rustig aan, dat in de toekomst, zeker als gemeentes zelfstandig willen blijven, bundeling van uitvoering steeds vaker voor zal komen. U heeft hier ook al bijvoorbeeld het hele maatschappelijk domein voorbij zien komen en de decentralisaties met de jeugdzorg. Nu is het de RUD en wie weet wat het verder is. Dus met elkaar als raad en college goede afspraken maken van wie is nu waarvan en waarop kun je elkaar aanspreken. Dat spreekt mij heel erg aan. En eigenlijk dan ook een antwoord op wat is dan lastig. Nou, er is één punt is lastig en dat is ook iets wat ik met mijn collega's van directeuren van de veiligheidsregio en de GGD al een aantal keren besproken is. Wat ons een lief ding zou zijn, is een regionaal initiatief om eigenlijk als alle raden te kijken van hoe ga je nou met je verbonden partijen in de regio IJsseland, wat een vrij homogene regio is, hoe ga je daarmee om? Ik zie toch nog behoorlijk wat verschillen, ondanks ook de pogingen die een werkgroep van de secretarissen onder leiding ook van uw secretaris volgens mij nu doet. Maar ik zie veel verschillen en ik denk zeker, en ik projecteer dat even op het domein fysieke veiligheid, waar drie GR's actief zijn, de GGD, de veiligheidsregio en straks de RUD, zou het denk ik van veel waarde zijn als er zoveel mogelijk uniformiteit is in hoe, welke afspraken heb je nou als raden en ook staten met die verbonden partijen. Dus daar is denk ik nog wel een slag in te winnen. Maar nogmaals, overal ben ik blij met de stap van uw raad op dit punt. Ja, ze zijn altijd onvermijdelijk. Ik ga naar een volgende vraag, niet alleen door de ChristenUnie gesteld, maar ik heb hem ook voorbij zien komen bij gemeentebelangen. Dat gaat over de financiën. De RUD, en dat is eigenlijk overal in het land, en ik heb dat ook proberen te schetsen, is vooral tot stand gekomen naar aanleiding van een aantal rampen die ons land getroffen hebben. Dus het eerste idee was, dat zijn twee K's, kwaliteit, verhogen van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid. Dus je moet zich voorstellen, er zijn gemeentes die ook vele malen kleiner zijn dan Dalfsen, waar één toezichthouder is en een halve vergunningverlener en nog een contract met een bureau over een advies. Nou hoef ik u niet te vertellen als er iets gebeurt, wat er dan aan de hand is. Dus dat verminderen van die kwetsbaarheid was ook een doelstelling. Maar we hebben het altijd over drie K's, als we over de externe werking spreken, en dat is ook de kosten.
En het benutten van een gemeenschappelijke regeling om ook de kosten goed in de hand te houden, of misschien ook wel te zeggen we kunnen efficiënter werken met behoud van ambitie, dat is een heel legitiem doel. En ik kan u ook zeggen dat, dat het bestuur die K ook nadrukkelijk vasthoudt. Het lastige alleen in deze fase is, hoe ga je daar nou precies een invulling aan geven? Hoe hoog is die efficiëntie nu eigenlijk? Als je eigenlijk nog helemaal niet weet hoe die organisatie eruit ziet en hoe die functioneert. Dus wat we nu met elkaar proberen te doen, ook in aanloop naar u, is ook op die derde K te komen met reële afspraken in het bedrijfsplan. Wat u samen met de GR in het najaar ook voorgelegd krijgt, daar heeft de wethouder aan gememoreerd al, om daar meer voeling bij te krijgen. Om nog één toevoeging daaraan te doen, en dan pak ik ook gelijk eigenlijk een andere vraag mee, wat gebeurt er met het personeel en de taken? Op dit moment is het zo dat besloten is om de milieutaken in te brengen. Dat is een mooi afgebakend geheel, vergunningverlening, toezicht en handhaving op de milieuwetgeving. En de bedoeling is dat de medewerkers die in het primaire proces daaraan verbonden zijn, ook overgaan van de 11 partners of van de 11 gemeenten en de provincie naar de RUD. Dat is dus eigenlijk een technische overheveling van mensen en van budget en van werk. En daar zit dan straks een traject achteraan waar ik net al aan memoreerde. Hoe kan je met behoud van ambitie toch kijken hoe je efficiënter kunt werken. Dan heb je een tweede lijn en dat is de overhead. Dat is altijd een lastig iets. Ja, ook een gemeenschappelijke regeling heeft iemand nodig die de administratie doet en die de salarissen uitbetaalt en die adviseert op het aannemen en ontslaan van personeel, om maar een paar voorbeelden te noemen. Dat zullen we lean en mean inrichten aan de voorkant, zoals een uitvoeringsorganisatie dat ook hoort te doen, denk ik. In de nota die u ook heeft gekregen, heeft u het percentage van 16% tot 20% gezien in de stabiele situatie. Dat is ook waar we naar gaan streven. En dat betekent dat we een overheadtaak, als je het vergelijkt met overheden, zeer efficiënt gaan inrichten. En dat kan ook. Dus dat is een beetje het inkijkje wat ik u hierin in wil geven. Dan ga ik even over naar een gewetensvraag nog van de heer Raamaker. Is 2 jaar genoeg om op orde te komen? Ja, en dan wil ik toch wijzen op de kracht van de netwerk RUD. En het doet mij best goed om ook uw raad te horen spreken over de waardering van de manier waarop dat ging. Dat straalt ook af op de medewerkers hier van deze organisatie, want die functioneren daar ook in. Wij komen niet van nul. We zijn op 1 oktober 2012 formeel gestart, effectief 1 januari 2013. En we hebben heel veel instrumenten die in een normale organisatie ook zeg maar werken op het gebied van uren schrijven, op het gebied van financiën, op het gebied van kwaliteit, hebben wij op een plek. En die kunnen we ook naadloos gebruiken in de nieuwe organisatie. Dat betekent dat we een vliegende start maken. Maar natuurlijk, meneer Raamaker, als u vraagt van is 2 jaar genoeg tijd om op orde te komen, ja, dat is natuurlijk een relatieve term. Wat is op orde? Ik denk dat we in 2018 een zeer goede doorstart kunnen maken, want zo zou ik het eigenlijk willen betitelen. Maar natuurlijk zal er nog veel ontwikkeling nodig zijn, waarbij ik ook echt de nadruk wil leggen op aandacht voor medewerkers. Want het is voor medewerkers een grote verandering die er aanstaande is. Veel medewerkers zijn gewend om een eigen gemeente te werken en zullen nu in een breder verband ingezet worden en misschien ook wel niet meer daar werken waar ze eerst wel werkten. Dus dat is ook een belangrijke focus voor ons om medewerkers tussen aanhalingstekens goed te laten landen. Dat eventjes over dit punt. Dan nog een vraag van de heer Schuring van de VVD. Die gaat over, en dat is wel een hele interessante invalshoek. Die RUD die is wel afwijkend, dat lees ik overal. Maar waar zit die afwijking dan in? Ik weet niet of ik compleet ben, maar ik blijf maar even bij mijn eigen gevoel. Die afwijking zit in ieder geval in 2 unieke taken die wij ongeveer als eerste in Nederland opgepakt hebben. Dat is de drank- en horecawet, handhaving voor 7 gemeenten. Dan kan ik dan gelijk even terugkomen op de vraag van de heer Raamaker. Hoe zit het met het level playing field in deze regio als het om het handhaven van de drank- en horecawet gaat? Nou, dat is er niet, kan ik u vertellen.
Want de drank- en horecawet is vooral ook bestuurlijk aangestuurd. Welk ambitieniveau leg je in het handhaven van de aspecten van de drank- en horecawet? En ook in deze raad is daar volgens mij breed over gesproken. Hoe ga je om met leeftijdsgrenzen? Hoe ga je om met alcoholverstrekking in winkels, in supermarkten? Mijn beeld is dat in de ene gemeente daar toch andere accenten gelegd worden als de andere. En de drank- en horecawet voorziet niet in een dwingend stelsel om dat te harmoniseren op regionaal niveau. Dus daar zit een zekere mate van vrijheid in. Wat ik wel hoop en wat ik ook zie gebeuren in de 7 gemeenten die samenwerken binnen de RUD, is dat er wel een stukje professionalisering plaatsvindt en in elkaars keuken kijken, waardoor je toch wat meer harmonisatie krijgt. Maar het moet echt van onderop komen. Nou, dat is wat uniek is. Wij doen de drank- en horecawet. We zijn echt een van de enigen. Energie en duurzaamheid, daar zijn we de eerste in. Ik denk in deze regio ook wel aanspreekt. Kennispunt energie en duurzaamheid. En hoe pas je dat toe in vergunningverlening, toezicht en handhaving? Wij proberen dus vergunningverleners en toezichthouders toe te rusten als ze naar bedrijven toe gaan. Om ondernemers ook, want wij hebben het, onze primaire doelgroep is ondernemers, om die ook mee te nemen in alle mogelijkheden die er zijn als het gaat om energiebesparing. Recentelijk is er nog een convenant ondertekend tussen de RUD onder andere en de agrarische sector om daar een boost aan te geven. Dat is hier ook al over tafel gekomen in de schuring, waar zijn wij uniek in, toch nog steeds onze vorm. Als vorm, en dat is ook een vraag die ik van een van u even doorhoorde klinken, is hoe blijven we nou eigenlijk zo dicht mogelijk bij wat wij als een succesvolle netwerk RUD zagen in die werkvorm? Hoe blijven we daar nou zo dicht mogelijk bij? En daar is ook een kreet voor, of een credo wat wij hanteren, lokale binding, regionale borging. En in de business case die bij uw stukken zit, daar kunt u ook zien dat het bestuur nadrukkelijk aangegeven heeft van die waarde van lokale binding. Die willen wij ook terugzien in de manier waarop de organisatie straks werkt. Dus doorklinken in de organisatiefilosofie. Aan de andere kant, de regionale bundeling is nodig om die kwaliteit te halen. Dus we zullen daar een stevige middenkoers in moeten varen om aan beide doelstellingen tegemoet te komen. Maar om het eigenlijk maar concreet te maken, ook in 2018 en 2019 zal wat mij betreft ook aanwezigheid van vergunningverleners, toezichthouders en specialisten in dit gemeentehuis aan de orde zijn. Anders dan dat ze alleen een afspraak hebben of toevallig een keer langskomen. Maar gewoon naar zichtbaarheid en bij de koffieautomaat aangesproken kunnen worden. Om te zorgen dat gevoel van nabijheid van de RUD bewaard blijft. Ik proef dat ook sterk doorklinken als wens. Dat moeten we operationaliseren. Ik heb nog één vraag staan om te beantwoorden. Dat is de aansluiting met de omgevingswet. Het vormen van de omgevingswet is natuurlijk een kwestie van ons nationale parlement. Ik merk dat er sterk gelobbyd wordt uit de VNG, vanuit IPO, vanuit het bedrijfsleven, om deze belangrijke stelselwijziging een bepaalde kant op te duwen die je natuurlijk, waar je het meeste belang bij hebt. Ik wil twee punten eruit halen die voor u als raad denk ik ook belangrijk zijn. Wat de omgevingswet beoogt en of het gerealiseerd wordt, dat hangt ook sterk af van wat in de wet staat en hoe raad en college er lokaal invulling aan geven. Dat is het geven van meer lokale beleidsvrijheid. Meer ruimte om keuzes te maken en minder vast te zitten in normen die normen zijn. Bijvoorbeeld een industrieterrein waar een bepaalde hoeveelheid geluid van afkomt en waardoor er geen ruimte meer is voor woningbouw, of omgekeerd, er is woningbouw en er is geen ruimte meer voor industrie. Hoe zou je daar anders mee om kunnen gaan? Nou, daar zit straks een afwegingsruimte in voor het college. Maar die moet je natuurlijk wel pakken. Als je dat wilt tenminste. Dat betekent een stevige motivatieplicht van je besluiten bijvoorbeeld. Dat is het eerste punt. We moeten echt gewoon zien, en ik heb ook geen kristallenbol, hoe dat gaat uitwerken. Een eerste tip van de sluier zult u van de zomer kunnen zien en ongetwijfeld zal dat ook via een informatievoorziening tot u komen. Dat is de 4 AMVB's die door het Rijk gepubliceerd gaan worden en waarop ingesproken kan worden. Dan zie je eigenlijk echt hoe de wet er een beetje uit gaat zien. Het tweede punt waar ik me wel zorgen om maak, maar via onze koepelvereniging Omgevingsdiensten Nederland
hebben we dat ook al onder de aandacht van het ministerie gebracht. Dat is, let vooral op de praktische uitvoerbaarheid. Maak er geen woud van voor vergunningverleners en toezichthouders van regels, maar zorg dat ze ermee uit de voeten kunnen. Dus vooral de praktijk van de uitvoering. En is het voor de ambtenaar begrijpelijk, dan hopen we dat het voor de burger en het bedrijf ook begrijpelijk wordt. Overigens, het bedrijfsleven lobbyt daar ook sterk voor. Dat zijn eigenlijk twee punten die nu spelen. En ik denk dat het een interessant krachtenveld wordt om te zien wat eruit komt. Ik geloof er wel in. Ik denk dat de omgevingswet op zich als integraal instrument een goed idee is. Het gaat nu alleen nog om de uitwerking. Ik hoop dat ik hiermee de vraag langsgelopen ben. Voorzitter. Mijn knopje doet het niet. Hartelijk dank voor uw toelichting en antwoorden op de vragen. Ik kijk rond. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, ik had er nog één gevraagd over die overheveling van die gelden van de balansen van de gemeentes en provincie. En dat gaat dan naar de gezamenlijke balans van de GR. Zit daar een oormerk aan of hoe gaat het te werken? Want als je heel veel inbrengt, dan kun je ook heel veel verwachten, denk ik. Maar ja, er zijn ook gemeentes die minder inbrengen. Even de microfoon gebruiken. Ja, dat is denk ik goed dat u daar nog even op wijst. Op dit moment is het zo dat, en dat is ook wat ik geprobeerd heb te schetsen, we starten niet van nul af aan. Er is in 2013 is er al een gezamenlijke risicoanalyse vastgesteld door het bestuur voor alle 12 partners. Die eigenlijk zegt, als we kijken nou naar de risico's die we in deze regio lopen, waar zouden we dan met z'n allen op in moeten zetten? Dus eigenlijk een soort level playing field. Moeten we met z'n allen naar de tankstations rennen of moeten we met z'n allen rennen naar de zuivelfabrieken? Of moeten we juist naar de agrariërs of naar de rubber- en kunststofindustrie? Daar is op basis van ook een expert judgment van de vergunningverleners en toezichthouders is daar een bepaalde volgorde uitgekomen. Ik moet zeggen, ik krijg elk jaar ook de planningen van de partners. Een paar uitzonderingen daar gelaten, maar de meeste colleges die gaan wel in die richting. Dat betekent dat level playing field hier in deze regio, welke taken doe je? En dat is redelijk afgesproken met welke inspanning. Er zijn natuurlijk gemeentes die gaan voor een 6-. En er zijn gemeentes die zeggen van nou, het mag wel ietsje meer zijn, want ik zie wel bepaalde risico's. Er zit ook een bepaalde ruimte in, maar die 6- moet je in ieder geval halen. En die mensen die daarvoor zorg dragen, die gaan over 1-op-1 naar de gemeenschappelijke regeling. Dus wat ik al zei, de vergunningverleners en de toezichthouders. De bedoeling is dat we in de eerste twee jaar... op basis van inputfinanciering werken, zoals dat heet. Dat is eigenlijk een manier van werken die bij de meeste de startende GR's geldt. Dus het personeel en de uren die je inbrengt, daar krijg je ook de producten voor die daar tegenover staan. Vervolgens ga je meer kijken naar hoe ziet het gebied er nou uit? Hoe ziet de gemeente Dalfsen er nu uit? En als je nou kijkt naar de risicoanalyse, wat zouden ze dan voor producten nodig hebben? Er is natuurlijk ook een gesprek wat tussen het college en de RUD gevoerd moet worden. Maar dan kan het dus zijn dat het ietsje meer of ietsje minder wordt. Dat noemen ze outputfinanciering. Het kan best zijn dat er hier ietsje meer producten geleverd moeten worden voor de agrarische sector. En misschien ietsje minder producten voor de industrie. En wat betekent dat dan onder de streep? Het is eigenlijk een soort herverdelingsvraagstuk op basis van de risicoanalyse die je gemaakt hebt. Maar daarvoor moet je natuurlijk eerst al wat gegevens binnen hebben en wat vergelijkingsmateriaal. Vandaar dat dat nu op het programma staat om dat in het tweede, derde jaar van de organisatie die draai te maken. En dat is ook een draai die je eigenlijk bij veel GR's ziet. Dat is ongeveer de lijn waar het in zit. Ik was al vergeten om nog één vraag van de VVD terug te komen. Ben je straks vergelijkbaar met een bepaalde omgevingsdienst die ook zo werkt? Hè? Dus wel een GR is, maar een lokale binding heeft en een regionale bundeling. Ja, die zijn er. En daar proberen wij ook slim gebruik van te maken om van hen te leren wat er nou goed gegaan is en niet. Ik wijs onder meer op de omgevingsdienst Achterhoek en omgevingsdienst De Vallei. Dat is een dienst in Gelderland, zeg maar, rondom Ede. Die hebben ook een sterk decentrale manier van organiseren. Met een centrale vestiging daarbij. Dat is dat hybride model wat je voort ziet komen. Ja, en je ziet ook het andere model wat je heel veel ziet. Dat is het centrale model. Waarin alle ambtenaren in één gebouw zitten ergens in de regio en van daaruit werken. Dat zijn eigenlijk de smaken die er zijn.
Dank u wel, meneer Van Zanten. Ik probeer samen te vatten. Ik heb nog één aanvullende vraag over de drank- en horecawet. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ik zit toch wel een beetje met het gelijkheidsbeginsel in de handhaving. En u gaf aan, dat moet van onderaf komen. Nou, misschien een tip ook richting de RUD, maar ook richting alle colleges, om ze zover te krijgen dat ze zich aansluiten bij het RUT. Zodat je het gelijkheidsbeginsel weer recht kunt trekken. Want als nu de gemeente zegt, we doen niet mee, dan heeft zo'n handhaver ook een probleem. Want die loopt in een werkgebied en die zegt, oh ja, hier mag ik niet handhaven, daar mag ik wel handhaven. Vroeger was dat geregeld bij het Rijk. En ik hoor toch onderweg heel vaak nog dat dat wel de beste handhaving was, dat overal alles gelijk gelde. Maar misschien kunt u de colleges in beweging krijgen die zeg maar nu nog weigeren om mee te doen. Want ja, het is een gevoelig punt met drank- en horecawet. En ja, de meeste gemeenten die denken van nou, we laten zoals het is. Maar misschien ja, kun je er nog iets beweging in krijgen. Dank u wel voor deze tip, meneer Raamaker. Wilt u daarop reageren? Ik zou even een korte reactie willen geven. Wat wij in ieder geval als RUD proberen te doen, en dat proberen we op al onze werkterreinen, dat is jaarlijks kort rapporteren wat we daarin doen. Daar nemen we ook de drank- en horecawet mee. Dus ik denk ook dat het ook de andere bestuursorganen die in onze regio nog niet meedoen, kunnen daar kennis van nemen. Maar het is echt hun eigen besluit. Dat kan ik niet veranderen. Dank u wel voor deze aanvulling. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, nog even terugkomen op die omgevingswet die eraan zit te komen. De vraag was bedoeld van, dat zijn eigenlijk twee parallele sporen van ontwikkeling. U gaf al aan, het is al een redelijke opgave om die gemeenschappelijke regeling met de nieuwe structuur neer te zetten. Die 2 jaar lijkt ruim, maar er moet wel nodige werk gebeuren. Maar die omgevingswet die is door onze wethouder getypeerd als misschien wel net zo zwaar als de decentralisatieoperatie. Die gaat dus parallel lopen. Ziet u dat niet als een grote bedreiging of ziet u dat juist als een kans? Hoe kijkt u daar tegenaan? Is dat wel realistisch? Als laatste. En het laatste punt is, want we merken dat dat u eigenlijk wil zeggen, ja, die netwerkorganisatie is eigenlijk wel een mooie organisatievorm. Alleen ja, de Eerste en de Tweede Kamer, hebben een besluit genomen. Maar we hebben inmiddels ervaring met een referendum. Dus wie weet, hè? Nou, die laatste suggestie, dat laat ik maar even aan u en het college om daar verder over te praten. Als het gaat om de omgevingswet, nou weet u, de wet VTH, die regelt dat, en dat is een wet die vorig jaar december nog in de Eerste Kamer is aangenomen, die regelt eigenlijk de verplichting dat wij een GR worden. Dus in feite hebben we geen keus. En ik ben niet iemand die in bedreigingen denkt, maar iemand die in kansen denkt. Dus ik denk dat we de omgevingswet moeten benutten om niet alleen een zo goed mogelijk werkende RUD te krijgen, maar ook een zo goed mogelijk werkende ambtelijke organisatie van DALS en alle andere organisaties die aangesloten kunnen zijn. En dat is de geest waarin ook de discussie in het RUD-bestuur plaatsvindt. Namelijk, als je kijkt naar de omgevingswet en de kansen die dat biedt, wat betekent dat dan voor onze eigen ambtelijke organisaties en onze RUD? Hoe zouden we die in moeten richten? Dat is eigenlijk iets wat nou, zo'n beetje elk half jaar nu op de agenda van het RUD-bestuur terugkomt, om daar nader over te beschouwen. Want net zoals bij de wet VTH, het komt over je, maar in Den Haag wordt uiteindelijk over je beslist. Dus we hebben niet zoveel invloed, we moeten het er uiteindelijk mee doen. Maar er zit wel wat ruimte in om er een beetje je eigen kleurtje aan te geven. Dus pak die kans, zou ik zeggen. En daarom denk ik ook dat het gewoon een kans is. Er zit echt ruimte in om er onze eigen kleur aan te geven. Dank u wel, meneer Van Zanten. Daarbij constateer ik dat de vragen zijn beantwoord. Er een uitgebreide toelichting is gegeven over de wettelijke taken die met de nieuwe regels per 2018 op ons afkomen. En die moeten nog gaan werken. De wethouder heeft aangegeven dat in het jaarrapport van de vergunning, toezicht en handhaving telkens de raad wordt bijgepraat. En bij speciale zaken zal dat niet minder zijn, heb ik begrepen. Het uitgangspunt van de RUD is lokale binding en regionale borging. Dat spreekt ons aan. Het transitiebudget tot 2018 is nodig qua financiering. En daarna zal het budget dan ook overgaan naar de RUD op basis van inbreng-output. En de bestaande formatie die hiermee te maken heeft vanuit onze gemeente zal dan ook overgaan.
Ik heb begrepen dat de bestuurlijke bevoegdheden niet gewijzigd worden, maar de kennis en deskundigheid worden gebundeld. En er wordt meer afstand tussen uitvoering en toezicht gecreëerd, waarbij de gemeenschappelijke regeling ook kosten in de hand moet houden. Efficiëntie, en dat is ook een financieel doel op zich. De kwaliteit wordt verhoogd en de kwetsbaarheid verlaagd. En dat is allemaal gekomen door een aantal incidenten in ons land. De milieutaken vallen onder vergunning, toezicht en handhaving, waarbij naar de medewerkers overgaan in het kader van de FTE's, het budget en ook de taken, zo ik heb begrepen. Er is nog een extra kennispunt energie en duurzaamheid. Dat wordt nog ontwikkeld. En de relatie met de nieuwe omgevingswet, die nog in uitvoering is, en dat stelselwijziging, daar wordt nog volop gelobbyd, zo ik heb begrepen. En daarmee wordt beoogd een lokale invulling van beleidsvrijheid, onder andere. En de tip nu, die meneer Van Zanten ons meegeeft, maak het vooral uitvoerbaar, daar waar we lokaal dat kunnen beslissen, met niet te veel regels. De directeur van het RUD denkt in kansen, laten we die kans grijpen. Ik wil hiermee afsluiten, dit agendapunt. Ik wil u danken voor uw aanwezigheid, voor uw uitgebreide toelichting en beantwoording. En meneer Agricola kan ook op pad verder. We wensen u sterkte en wijsheid. Dank u wel. Naar agendapunt 5, ruimte voor de vecht. Mooi project. En er wordt voorgesteld kennis te nemen van de laatste stand van zaken. Meneer Van Mattels is portefeuillehouder. En dat gaat over het programma Ruimte voor de Vecht. Dat nieuwe uitvoeringsprogramma wordt weer opgesteld voor een periode van 2 jaar, zo ik heb begrepen, 2016-2018. En de provincie Overijssel heeft hier in januari 2016 mee ingestemd. En ook middelen daarvoor beschikbaar gesteld. En in die nieuwe periode ligt de nadruk op de beleefbaarheid van de rivier en het benutten van investeringen. En in het voorstel wordt toegelicht welke projecten er in het nieuwe uitvoeringsprogramma verder zullen worden opgepakt. Ook dit onderwerp staat informerend op de agenda. In principe behandeling in 1 ronde. Vragen en uw opinie graag in 1. En ik zal weer proberen samen te vatten. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ik zou eerst bij even de opinie langs gaan. Het is mooi dat we geïnformeerd worden over de voortgang van het masterplan Ruimte voor het Vecht. Het is een prachtig plan om het vecht al te promoten en aantrekkelijk te maken voor onze bewoners en vooral voor de gasten. De opsomming van de gerealiseerde projecten geeft wel aan dat er echt gewerkt wordt aan, voor en met de vecht. En dat staat ook in onze doelstellingen van de coalitie. We zien het langs de vecht, maar ook zeker in de buurt. Kijkt u maar eens op de stokte waar het op dit moment hard gewerkt wordt aan meer natuur. De afwegingen tussen de recreatie en rust langs en op de vecht zijn goed te volgen. Er zijn nog veel wensen voor uit te werken projecten in het genoemde 10-torenplan. Leuke en functionele ideeën die we zeker verder zullen volgen. En we weten ook dat alle plannen geld kosten en niet direct gerealiseerd kunnen worden. Dan nog even 2 vragen. In het plan of in de achterliggende stukken zien we dat de sluizen van Junne en Mariëberg in 2016 zouden worden opgeleverd. Nou, ik heb dat nagevraagd bij de vechtstromen, maar de aanbestedingen moeten nog beginnen. Dat moet nog uitgezet worden en de verwachting is dat het pas in 2018 bevaarbaar zal zijn. Bent u daarvan op de hoogte? Ik kom regelmatig over de verbrede fietsstrook van de stuw in Vilsteren. Dat staat ook in de plannen voor Vechterweert. Heb je een idee van wanneer dat eventueel opgepakt zou kunnen worden? Want dat is wel echt voor de veiligheid van de schooljeugd en onze eigen fietsersgasten. Maar zeker ook voor de scootmobielers. Een belangrijk punt. Zeker ook namens onze fractie is het heel belangrijk voor de scootmobielers. De vraag eigenlijk van welke projecten hebben voor ons uw prioriteit daarin? En daarnaast kunt u dat beïnvloeden of bijsturen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Jutten. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Onze dank voor deze update over ruimte voor de vecht. Er zijn mooie projecten gerealiseerd en er komen er nog meer. We zijn blij dat het uitgangspunt van een veilige, halfnatuurlijke laaglandrivier nog steeds staat. Het 10-torenplan zet ons even op het verkeerde beeld. We zagen in gedachten overal langs de vechttorens verschijnen. Maar gelukkig, die komen er niet. We zijn blij dat het aantal contactpunten niet wordt uitgebreid, maar dat de huidige projecten beter worden uitgewerkt en worden verbreed.
We vinden het mooie plannen en kijken nu al naar de Vechtdaaldag in september. En we hebben dus verder geen vragen, voorzitter. Dank u wel voor uw reactie. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, in één ronde nu, dus ik ga mijn vragen en mijn opinie wat combineren. In ieder geval een mooi stuk wat voor ons ligt. Het loos in elkaar. We zijn als CDA-fractie nog wel benieuwd naar de consequenties voor onze gemeente, voor onze gemeenteraad, voor wat betreft financiën. Want we lezen dat de provincie van de nieuwe projecten ongeveer 50% gaat financieren en de andere rest door partners moet worden opgebracht. En in hoeverre is daar al rekening mee gehouden of moeten we daar straks in onze voorjaarsnota rekening mee gaan houden? Het tientorenplan, de ChristenUnie noemde het ook al eventjes, dat gaf toch even de indruk dat er overal verhogingen gerealiseerd gaan worden. Op een heleboel plekken is dat ook zo. Met name bij Vechten Weert laat het een beetje in het midden. En wat onze fractie betreft zal dat ook zeker niet aan de orde zijn. Maar ik hoorde ChristenUnie al geconcludeerd dat dat niet zo zou zijn. Maar dan graag een bevestiging van de wethouder. Voorzitter, als je het stuk zo leest en alles onder elkaar ziet staan wat er al gerealiseerd is, dan zijn we er best wel onder indruk van. En eigenlijk ook een beetje trots wat er gebeurd is. En wat er verbeterd is aan onze mooie gemeente. Ook eigenlijk wel goed om te lezen dat Dalfsenaren loyaal aan Dalfsen zijn. Er wordt hier veel gekocht, er wordt hier veel gewinkeld. En ook goed om te zien dat het merk Vechtdal steeds meer een onderdeel van wordt. En terecht. Bijzonder om te constateren dat 95% van de Dalfsenaren Dalfsen aantrekkelijk vindt om zelf in te recreëren. Dat 94% van de Dalfsenaren anderen zou adviseren om hier op vakantie te gaan. En dat 87% anderen zou adviseren om hier te komen wonen. Voorzitter, hoeveel ambassadeurs wil je hebben? Dus wat onze fractie betreft hoeft in het ambassadeurschap nu meer geïnvesteerd te worden. Hoogstens gebruik van te maken. Maar we spreken wel de verwachting uit dat met de realisatie van de projecten die nog op de rol staan, Dalfsen en het Vechtdal nog een beetje mooier wordt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Dank voor deze notitie. De afgelopen jaren is er veel gebeurd rondom de Vecht. Veel ook dankzij de Ruimte voor de Vecht partners met voorop onze eigen gemeente. Trots zijn wij bijvoorbeeld op de uitkijktoren die gerealiseerd is op de Stokten. Gebouwd onder architectuur en een nieuw kroonjuweel in onze gemeente. Een kroonjuweel dat er niet alleen prachtig uitziet, maar wat er ook nog voor zorgt dat zowel bewoners als bezoekers het landschap van het Vechtdal nog beter kunnen beleven. Maar denk ook aan de inrichting van het evenemententerrein, maar daarbij de nodige aandacht voor natuurontwikkeling en landschapsherstel. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En wees maar niet bang, dat ga ik niet doen. Kortom, wij zijn zeer tevreden met het programma en hopen dan ook dat de toekomstige ontwikkelingen in en bij de Vecht op dezelfde manier aangevlogen zullen worden. Wel maken wij ons enigszins zorgen daar de roep reeds luider lijkt te worden om bevaarbaarheid met een grotere diepgang te gaan faciliteren. Laat duidelijk zijn, wij houden vast aan het concept van een half natuurlijke laaglandrivier en hopen dat dit ook de inzet blijft van ons college. Immers, ik meen mij te herinneren dat een niet nader te noemen raadslid in de vorige raadsperiode ons regelmatig informeerde over de kermis die de Utrechtse Vecht geworden is. Laten wij daar allen voor blijven waken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer De Graaf, D66. Dank, voorzitter. Ik dacht dat wij de partij waren van de kroonjuwelen, maar gelukkig mijn buurman inmiddels ook. Laat ik beginnen met twee vragen die eigenlijk aansluiten bij die eerder gesteld zijn. Varen op de Vecht is, zover wij weten, een omstreden onderwerp voor het bovenstroomsdeel vanaf Ommen. Mijn vraag is, klopt dat nog steeds? En dan even in aansluiting op wat de heer Jutte zegt over het in ontwikkeling nemen van de sluizen bij daarboven. En de andere vraag die is eigenlijk ook door het CDA gesteld, is er een financiële doorrekening voor het resterende programma beschikbaar? En dan mijn opinie, voorzitter. Voor de reactie van D66 op dit onderwerp laat ik twee leerlingen van het VWO van het Thomas A. Kempis College uit Zwolle aan het woord. Zij hebben in het kader van het laatste jaar VWO onderzoek gedaan naar de effecten van het programma Ruimte voor de Vecht. Hun bevindingen zijn terug te vinden op een door hen zelf gemaakte website. Op zichzelf is het dan een goed teken dat jongeren zich aangesproken voelen, maar misschien nog wel sterker, zich ook aangetrokken voelen tot de Vecht en haar ontwikkeling.
Hun conclusie is de volgende, en ik citeer. Het antwoord op de hoofdvraag in hoeverre heeft het programma Ruimte voor de Vecht nou uiteindelijk invloed op haar stroomgebied, is eigenlijk heel positief. Op alle facetten gaat het Vechtdal erdoor dit project op vooruit. Een uniek stuk natuur wordt uitgebreid, beschermd en tegelijkertijd in toom gehouden door allerlei verschillende ingrepen. Als Vechtdaller merk je de vele gevolgen van dit project niet alleen door de verandering van de natuur, maar ook de toename van toeristen en de landbouwactiviteiten. Natuurlijk is het beoogde doel nog niet volledig gerealiseerd, maar stukje bij beetje beginnen de ingrepen positieve wendingen te tonen. Aan het eind van het masterplan is de kans op overstroming verkleind en de Vecht een half natuurlijke rivier geworden met de desbetreffende gevolgen voor eigen inwoners en mensen van buiten. Wat heb ik hier nog aan toe te voegen, voorzitter? De jeugd heeft gesproken. En goed gesproken. Dank u wel, meneer De Graaf, voor uw bijdrage. Meneer Schuring, VVD. Nou, voorzitter. Ja, het was kennis te nemen van. We hebben kennis genomen, dank voor het informeren. Vecht een mooie levensader door ook onze gemeente. En ik denk dat deze notitie daar eer aan doet. Eén vraagje. Ik hoorde hem links van me al eventjes voorbij komen. Maar ik vroeg me af of er ook nog risico's aan verbonden zijn. En dat zou bijvoorbeeld de financiële kunnen zijn als er bijvoorbeeld subsidiedalingen zijn of iets in die geest. Maar zijn er ook nog andere risico's aan verbonden? Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Van Mortels, mag ik u de beantwoording vragen? Dat mag u zeker. Dank u wel, voorzitter. Ruimte voor de Vecht. Nou, in ieder geval goed om te horen dat de raad collectief gezegd heeft dat de projecten die tot nu toe zijn gerealiseerd, dat die in goede aarde vallen. Nou, daarom zijn we ook zo blij dat het project kan worden voortgezet. Dus ook, het leek erop dat het tot 2016 zou voortduren, maar ook het kan worden verlengd tot en met 2018. En we moeten ons ook alweer gaan opmaken van wat gaan we daarna doen. In welke vorm gaan we het dan gieten en kunnen we dan via samenwerkingsverbanden er toch nog voor zorgen dat we projecten kunnen blijven ontwikkelen. Maar dat is nog van latere zorg. Laten we eerst ook kijken naar in hoeverre kunnen we de projecten die nu op stapel staan, hoe kunnen we die vorm gaan geven. Verschillende partijen waren op het verkeerde been gezet door de naam 10-torenplan. Daar kan me ook iets bij voorstellen. Maar de bedoeling is eigenlijk om 10 topplekken te realiseren die de essentie van het Vechtdal overbrengen. Dat is echt de essentie van het verhaal. En als je nou naar het Dalse kijkt, dan hebben we in Dalse hebben we eigenlijk 3 torens. We kunnen eigenlijk spreken van toren Waterfront, toren Vechterweert en de toren Vilsteren. Hoewel Vilsteren dan doet vermoeden dat de gemeente om is, maar het is de bedoeling dat het grondgebied van Dalse, dat daar in ieder geval gebiedsontwikkeling gaat plaatsvinden. In het Waterfront zijn er ook nog een aantal projecten hebben we gepland. Het gaat dan om een buitenpodium te realiseren. Het gaat om de fontein, de bekende fontein, misschien wel de fontein van de burgemeester, zo langzamerhand genoemd. Maar het hoort toch echt thuis bij het Ruimte voor de Vecht project. En we proberen ook nog een atypische vorm te realiseren in de buurt van het Waterfront. En dan staat er bij Toren Vechterweert, de verbreding van de stuw staat in de planning. We kunnen wel ervan uitgaan, het moet er wel in 2018 wel gerealiseerd zijn. Maar ik kan daar nog geen vaste datum aan verbinden. We proberen het wel naar voren te halen, maar 2018 dat zeker. Maar als het kan, volgend jaar. Maar dan moeten we even kijken hoe dat allemaal, want we hebben niet alleen plan om daar de verbreding van het Vechterweert te laten plaatsvinden. Maar we willen het hele gebied opwaarderen, dus daar hebben we ook partners bij nodig. Vandaar dat ik niet precies kan zeggen wanneer het allemaal gerealiseerd zal zijn. En dan hebben we nog Toren Vilsteren, Toren Vechterweert en Toren Waterfront. Dat zijn de belangrijkste torens voor Dalfse. Er wordt ook nog gevraagd de financiering. Er zitten eigenlijk geen risico's aan vast, tenzij we zulke plannen ontwikkelen dat we denken het gaat nog veel duurder worden dan beoogd is. Maar in feite zijn deze gelden al bij de gebiedsgerichte projecten. A, zijn die gereserveerd en ten tweede hebben we ook nog geld overgehouden het afgelopen jaar. Dus het totale budget, we hebben zo'n beetje, wat ik uitgerekend heb, €242.000 zelf nodig van de gemeente Dalfse. En dat is gereserveerd of is dat overgehouden. Dus we hoeven niet terug te komen naar de raad voor extra middelen. Tenzij we dus, zoals gezegd, echt dusdanig megalomane plannen krijgen dat we zeggen van nou gemeenteraad, kunt u nog één keer het portemonnee trekken voor een iets heel moois wat we nog beogen. Maar dat moet nog blijken. Maar voorlopig is dat niet de bedoeling. Meneer Jut, u zegt van de stuwen Marienberg-Junne, die worden later opgeleverd. Is dat bekend? Ja, het is wel bekend dat ze later worden opgeleverd.
Maar dat is ook niet, dat is misschien wel vervelend, maar anderzijds moeten we eerst nog eens even kijken van rezermaten en stegen, die meanders daar. Daar moeten nog plannen voor worden gerealiseerd. En ja, het hangt wel heel erg nauw samen of die plannen bij die meanders daar, of die aansluiten bij de verbreding van die stuwen. Het wordt in ieder geval verbreed, maar in welke mate hangt ook sterk af van de besluitvorming. Daaromtrent in de gemeente Hardenberg, die eind dit jaar zullen de voorstellen daaromtrent richting de gemeenteraad komen. En nou, we zullen zien wat daaruit komt. En die bevaarbaarheid, is het nog steeds omstreden? Het is minder omstreden dan in het begin. Want van de 13 partners binnen het project Ruimte voor de Vecht waren er in de aanvangsfase toch wel een paar partners die voorzagen dat het heel moeilijk zou zijn om zowel aan de economie te denken, dus de bevaarbaarheid te bevorderen, en ook nog oog te hebben voor de ecologie. En zo langzamerhand kunnen we wel al constateren, zeker in dit gebied van Zwolle tot Ommen, dat dat heel goed samen kan gaan. Dat je zowel rekening kunt houden met de natuur en toch die diepgang van 1 meter kunt realiseren. Dus de sepsis daarover die neemt af. De besluitvorming binnen het project is nog niet genomen, maar je merkt duidelijk dat steeds meer partners positiever staan tegenover een bevaarbaarheid van 1 meter ongeveer, maar wel met behoud van die half natuurlijke laaglandrivier. Want dat is destijds besloten en daar willen we wel aan vasthouden. Dus dat wil ik wel even extra benoemen. De prioriteiten, waar worden die nou gelegd? We hebben niet echt een specifieke prioritering aan verbonden. Maar ja, een aantal zaken zoals de genoemde fontein, die zit toch wel in de koker. En als het gaat om het project in Vilsteren, daar zijn samenspraak met Mooi Rivier, zijn we ook al aardig eind gevorderd met die plannen. Dus we proberen, sommige plannen kunnen gewoon parallel lopen, omdat ze gewoon onafhankelijk van elkaar worden ontworpen en gerealiseerd. Dus Wij zien natuurlijk de fietsstrookverbreding op de Vechterweert wel graag als een van de eerste klussen die uitgevoerd zijn. Ja, tussen de regels door had ik dat wel opgepakt, ja. Dus als het een paar maanden eerder kan, dan zullen we het zeker pogen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Mattels. Meneer Jutte was mij voor. Wie kan ik nog vragen om een reactie dan wel? Zijn er nog vragen blijven liggen? U was allemaal positief, ik heb gehoord. Er is een collectieve reactie in goede aarde gevallen, ondanks dat het over water gaat. En we hebben in ieder geval de plannen tot 2018 verlengd. En de wethouder geeft aan dat we daarna mogelijk gaan samenwerken om het verder op te pakken. En de half natuurlijke laaglandrivier blijft uitgangspunt, zo heb ik het goed begrepen en samengevat. Mooie plannen, mooie projecten en we zijn er collectief blij mee. Dat is eigenlijk wel de conclusie die ik trek vanuit deze. En we wensen u veel succes en wijsheid bij de verdere planmakerij en uitvoering. Dan kun ik overgaan naar agenda punt 6. De griffier zal zorgen dat hij op het scherm komt. Wat heet? Hij staat erop. Herverkaveling perceel Bontekamp. Heel ander onderwerp dan we zojuist hebben gehad. Het is een voorbereidend en besluitvormend agendapunt. Op 23 juni 2014 heeft de Raad een stedenbouwkundige visie vastgesteld voor dit perceel. De omwonenden hebben toen bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van deze visie. En op 24 november 2014 zijn deze bezwaren door u niet ontvankelijk verklaard als raad. Het college heeft destijds toegezegd om met de bezwaarmakers te spreken over een voor hen aanvaardbare invulling van het perceel. En de bezwaarmakers van toen gaan nu akkoord met een extra vrije woning, vrijstaande woning moet ik goed zeggen, op dat perceel. De raad en de raadcommissie wordt gevraagd akkoord te gaan met de procedure voor een projectafwijkingsbesluit voor een nieuwe vrijstaande woning ten oosten van de bestaande woning op Bontekamp 51. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven en deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitieve verklaring als tijdens de procedure geen zienswijzen worden ingediend. Een stukje techniek hoor. Behandeling in 2 ronden. Informatief, waarin u vragen kunt stellen en daarna gaan we over naar de opinie. En er wordt gevraagd om akkoord te gaan, zoals ik net al aangaf met het projectbesluit. Is die ineens van scherm? Ik heb hem voorgelezen. Geeft niks. We gaan over naar de vragenronde. Wie kan ik het woord geven voor zover er vragen zijn? Links, ik kan even het gezicht. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel.
We hebben één vraag. De huidige aanvraag wijkt nogal af van de oorspronkelijke stedenbouwkundige visie en de plannen van destijds. En vooral het bijbehorende plan met een EPC van 0 en toekomstgerichte uitvoering hebben wij destijds als positief benoemd. Wat blijft daar nu nog van over en heeft het overzicht ook in het huidige plan nog haar mening kunnen of mogen geven? Dank u wel, meneer Hof. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor van ons twee vragen over de ruimtelijke kwaliteit. Allereerst, de kavelgrootte van de nieuwe woning sluit aan op de kavelmaat van de buur, van de nabijgelegen percelen. De kavelmaat van de bestaande woning op Bontekamp 51 blijft echter in de geschetste situatie ongeveer 2,5 keer zo groot als de aanliggende percelen. Hoofdzakelijk door de ruime westzijde van de kavel. Kan de wethouder aangeven hoe de ruimtelijke kwaliteit aan deze westzijde wordt verbeterd, zoals in de stedenbouwkundige visie bedoeld is? En tweede vraag, in hoeverre is de voorgestelde situatie in de ogen van de wethouder de beste optie? Als we kijken naar de ruimtelijke kwaliteit in combinatie met draagvlak onder de betrokkenen. We laten ons graag wat meenemen over de gedachten van de wethouder ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk een vraag in het verlengde. Als je kijkt naar de notitie, dan hebben we in het verleden geconstateerd dat er een ruimtelijk knelpunt is. En die ruimtelijk knelpunt bestaat uit dat er geen verbinding is aan de Pollaarweg, onder andere. En daar wordt nu eigenlijk niks aan veranderd, aangezien het bestaande huis dat blokkeert, of het bestaande kavel. Dus waar zit nou eigenlijk de ruimtelijke verbetering? Dat is eigenlijk de vraag die wij hebben. Heldere vraag, meneer Broeren. Geen vragen. Meneer Schuring, VVD. Ja, voorzitter. Ja, het is wat meer op het proces. Er staat bij, er kan mogelijk precedentwerking optreden. Ik zat me af te vragen hoe dat dan werkt. Want er staat bijgeschreven, per geval bekijken we dat dan. Maar kan dan een bezwaarmaker aanspraak maken op juridische grond, omdat er eerder een ander besluit genomen is? Heeft hij daar dan opeens extra recht? Of kan het dan alsnog naast zich neergelegd worden? Dank u wel voor deze vraag. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, ook van onze kant een paar vragen die liggen in het verlengde van de vragen die al zijn gesteld. Wij vragen ons in de eerste plaats af of die communicatie nu echt helemaal rond is met die buurt. Dus of u dat toch even zou kunnen toelichten. Vervolgens vragen wij ons af, ja, past dit nu echt in die wijk? En dat past bij de vragen die net zijn gesteld. Of is het uiteindelijk passend gemaakt? En daar komt eigenlijk de vraag weer uit voort. Ja, hoe gaan we nou om met inbreidingslocaties in ons dorp? Is het nu zo dat elke kavel die een bepaalde grootte heeft gesplitst kan worden? En naar willekeur, zeg maar, dat er woningen gebouwd kunnen gaan worden? Of is het inderdaad zo dat die ruimtelijke kwaliteit hier zodanig verbetert dat je dit wel had moeten doen? Maar dat begrijpen wij niet. Of liggen er economische motieven aan ten grondslag? Dus ja, misschien wat kritische vragen, maar we zouden daar toch graag een enig licht op krijgen van de wethouder. Dank u wel, meneer Nijburg, voor de vraag. Vragen, zeg maar. Mag ik het woord geven aan de wethouder? Ja, voorzitter. Alle fracties vergelijkbare vragen. Er wordt gevraagd door GB van de situatie die nu voor u ligt. Is daar ook opnieuw advies aangevraagd bij het oversticht? Ik kan u zeggen dat daar bij het oversticht geen nieuw advies over is aangevraagd. Het oversticht is duidelijk geweest met de ruimtelijke kwaliteit. En die is toen hier bij u voorgelegd en die is door u goedgekeurd. Maar, zoals u weet, was er weerstand vanaf de buren. U hebt mij als wethouder opdracht gegeven om met de buren in gesprek te gaan. Dat is gebeurd. Het gespreksverslag van die twee gesprekken heb ik u doen toekomen. Daar hebt u kennis van gemaakt. En de ontwikkelaar is met de buren in gesprek gegaan zoals u daar bij het minst meer opdracht voor gegeven is. We gaan nou met die buren om tafel en zorg nou dat je een goede dat overeenkomst komt met die buren. Nou, dat is inderdaad gebeurd. En u hebt dat ook gezien dat de buren daar alle drie mee akkoord zijn gegaan.
Tenminste, dat zit bij de bijlagers. Ja, wat dat er gaat, hebt u nogal wat vragen erover? Ja, is dit een ideale situatie? Nou, ik kan u zeggen, dit is de situatie die u als raad bij spreken graag ziet. Omdat u dus opdracht gegeven, zorg ervoor dat u overeenkomst krijgt met die buren. Als je kijkt naar de stedenbouwkundige visie die er lag en wat de uitkomst nu is, dan wordt de oostelijke woning wel toegevoegd, maar de westelijke woning wordt niet toegevoegd. Er is ook gezegd van dit ruimtelijke knelpunt, is het nu wel een ruimtelijke verbetering? Nou, die keus, of dat antwoord, wil ik graag terugleggen bij u als raad. Want u als raad gaat erover. Dan is er ook gevraagd precedentwerking. Nou, er is geen precedentwerking, want mochten voortkomende gevallen weer opnieuw de raad passeren, dan worden ze aan u voorgelegd. En aan deze wijzigingen kunnen of kan door niemand recht worden aan ontleend. Dan de vraag, is de communicatie nu rond met de buurt? De communicatie is rond met de buurt. De bijlagers zijn toegevoegd. Wordt elke kabel gesplitst? Nee, iedere kabel wordt niet gesplitst. En zoals u ook in de ruimtelijke visie hebt kunnen lezen, die vorig jaar voorlag, is dat de woning aan de Bondenkamp 51, die stond er al, daar is de wijk omheen gebouwd. En wij hebben gedacht met het vrijkomen van de woning weer structuur in die wijk te krijgen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Dat was de doelstelling waarom dat bij u hier voor lag. En wat dat betreft zit daar bij spreken gewin in. Die zin, dat is nooit het uitgangspunt geweest. Want daarom, toen het verzoek kwam bij het college, hebben we geen ja gezegd en geen nee gezegd. Het is voorgelegd aan dus het oversticht. En die heeft zich erover gebogen en die heeft bij spreken het advies gegeven wat voor u is gelegd en waar u als raad een besluit over heeft genomen. Dat gaan de vragen, op de antwoord op de vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Agricola. Meneer Nijburg, ChristenUnie, ja, tweede ronde. Toch nog even ter aanvulling. Ik begrijp niet helemaal wat u zegt. U zegt, ik leg het terug bij de raad als het gaat om die ruimtelijke kwaliteit van dat gebied. Maar ook zegt u, ja, het college wil ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Hoe zit dat nou? Komt het nou vanuit het college voort? Of komt het voort vanuit een aannemer die mogelijkheden ziet of economische belangen heeft? Of is het nou de raad die dat heeft ingebracht? Volgens mij is het niet de raad die dat heeft ingebracht. Daar hebt u gelijk in. De voormalige eigenaar die heeft een verzoek ingediend. En het is voorgelegd aan u als raad met de voor- en tegens. En daar hebt u als raad een besluit over genomen. Daarmee voldoende, meneer Nijburg, antwoord. Ja, voldoende. Wij waren al kritisch en we blijven kritisch op dit soort punten. Dus dank u wel. Zover. Meneer Cohen gaf aan nog. Ja, nee, wij zijn ook wel kritisch over die ruimtelijke kwaliteit. En we zijn toch wel benieuwd, ja, is er dan toch op een of andere manier meegedacht door de gemeente over het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op die locatie? Want er lag een mooie visie voor die locatie, lagen eigenlijk handvaten om daar verder wat moois van te maken. Ik denk niet eens met heel veel inspanningen, maar is daar op een of andere manier nog over meegepraat? Ik kan u zeggen, recht, daar lag een stedenbouwkundige visie. Het was een mooie visie, maar u als raad heeft opdracht gegeven aan mij om overeenstemming te creëren met de omwonenden over het plan. En daar is dit de uitkomst. En dan is het aan u, bij spreken, of u ermee in kunt stemmen of niet mee in kunt stemmen. Maar ik heb voldaan aan de opdracht die u hebt gegeven. Zorg dat de omwonenden tevreden zijn en instemmen met het plan. En dit is het resultaat. Dank u wel voor deze beantwoording. Wie wil hier op de vragenronde nog terugkomen? Dan ga ik vragen om uw opinie, voor zover u die nu kunt geven. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Eerlijk gezegd zit ik een beetje in dubio.
Het is een lange slepende procedure geweest wat ons betreft. En zover we nu begrijpen zijn de bewoners erg tevreden. En dat vinden wij erg belangrijk. Daar hebben we natuurlijk ook in eerste instantie een behoorlijk punt van gemaakt. Dus in die zin zijn wij tevreden met wat er ligt. Maar als we ook de andere opmerkingen gehoord hebben, de ruimtekwaliteitsversterking, die zien wij toch wel als vrij minimaal. En daarom blijven wij kritisch en wij zullen het terugnemen naar de fractie. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Nou ja, we zitten in diezelfde lijn, om het zo te zeggen, voorzitter. We zijn positief over die communicaties opgepakt met die buurt. Nou heb ik daar ook wat navraag naar gedaan. En men zegt dan, ja, er is overleg gevoerd, dus dat klopt. Dat pleit ook voor u. Daar zijn we ook positief over. Maar iedereen zegt toch nog wel in die buurt, ja, van ons had het niet gehoeven. Dus het is niet zo dat men dat als een verbetering van de wijk ziet en van de ruimtelijke kwaliteit. Nou, ja goed, dan kun je natuurlijk zeggen, ja goed, dat vindt een buurt. En wat vind je als raad? Wij twijfelen ook nog, we hebben twijfels over die ruimtelijke kwaliteit, over die verbetering van dat gebied. En we kunnen ons voorstellen wat u zegt, van ja, toen die wijk gebouwd is, is die wijk om die woning heen gebouwd. Ja, daar kies je op zo'n moment voor. Er zijn wel meer woningen, ook nieuwe wijken die we nu bouwen, waar woningen liggen. En dan bouw je ook zo'n wijk daaromheen. En als je dan nu al daarop vooruit zou lopen, zou je kunnen zeggen, ja, al die woningen, die kunnen in de toekomst ook mogelijk, die kavels kunnen worden gesplitst. Omdat, ja, dat voorschrijdende inzicht, die tijd zal leren dat het misschien ook wel handig is. En daarom blijft toch voor ons de vraag ook een beetje van, ja, zijn het niet economische motieven die op een gegeven moment daar aan ten grondslag liggen? En we vragen ons af of je dat dan moet willen. Dus ja, we blijven dat toch erg kritisch volgen. Al moeten we ook zeggen, we hebben het in de fractie afgewogen, we willen er niet voor gaan liggen om het tegen te houden, maar de kritische vragen blijven op dit punt en vergelijkbare punten die in de toekomst aangediend zullen worden. Dank u wel, meneer Nijburg. Begrijp ik dat u een voorstel... We zijn heel voorzichtig voor en kritisch Dank voor. U wel voor deze aanvulling op mijn vraag. Dank u wel. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, aan ons wordt onder andere gevraagd een verklaring van geen bedenkingen. Wij konden ons prima vinden in de oorspronkelijke plannen. En een aantal omwonenden die dachten daar beduidend anders over. En inderdaad, wij hebben gevraagd, ga daar in gesprek en kijk of je daar tot een aanvaardbare oplossing, CQ-compromis, kan komen. Maar zoals zo vaak met compromissen, is dat wat ons betreft toch wel ten koste gegaan van de kwaliteitsverbetering. En dat vinden we jammer. Desondanks geeft wat ons betreft die overeenstemming tussen de partijen toch wel de doorslag. En we zullen schoorvoetend instemmen met de verklaring van geen bedenkingen. En ja, wij moeten ons denk ik toch met z'n allen afvragen of een dergelijke participatie van de omwonenden, of dat dan voldoende kwaliteitsverbetering met zich meebrengt in de toekomst. Schoorvoetend ja, hoor ik links. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de CDA-fractie staat voorop dat we verheugd zijn dat er een oplossing voor de locatie is gevonden waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Er is over en weer contact geweest en zijn meerdere bouwkundige aspecten zelfs al notarieel vastgelegd. Tegelijkertijd zijn wij kritisch over de uiteindelijke ruimtelijke verbetering. Daar staan we niet alleen in. Deze is in onze ogen niet optimaal als je kijkt naar de uitgangspunten zoals die in die stedenbouwkundige visie in 2014 zijn vastgelegd. Dus dat vinden we echt jammer. De bestaande kavel blijft veel groter en de bestaande en nieuwe bebouwing wordt verder teruggelegen ten opzichte van de straat dan de andere woningen in de straat. Maar ja, we begrijpen dat een 10 op elk dossier niet haalbaar is. Hè? Maar soms moet je ook genoegen nemen met een kleinere voldoende. En ja, wij zitten ook een beetje van welke kant slaat die voor ons uit, naar die onvoldoende of naar die voldoende. En zou hem daarom ook nog even terug willen nemen in de fractie. Dan komen we daar dan inderdaad op terug. Dank u wel, meneer Kouwen. U komt er nog op terug. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, voor de beoordeling van dit agendapunt zijn wij uitgegaan van de eerdere opdracht, de gelopen procedure en vooral de instemming van de buurt hierop. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan niet zoveel met een opmerking van buurtbewoners die dan achteraf zeggen van mij had het niet gehoeven. Er ligt een nadrukkelijk convenant vastgelegd bij de notaris waarin de afspraken over en weer zijn vastgelegd. En dan ga je mee akkoord of dan ga je niet mee akkoord. Dat is het dan. Wat ons betreft gaan we akkoord met dit voorstel zoals het in het raadsvoorstel is geformuleerd.
Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schuring, VVD. Dank, voorzitter. Ja, de draagkracht van de buren is gehaald door een overleg te gaan en een plan daarbij aan te passen. Ik denk dat dat goed is. En of het nou ruimtelijk maximaal verbeterd is, nou ja, ik denk dat we daar uren over kunnen steggelen. Je kunt je ook kijken of, of het door verslechterd is. Ik denk het niet. Ik denk dat het ook geen reden geeft om dan dus nee te zeggen. Dus ik zou zeggen, ga door. Dank u wel, meneer Schuring. Ik heb een verdeelde raad. Niet volledig verdeeld, maar er zijn nog een aantal fracties die het mee terugnemen. En daarmee wil ik het concluderen dat het als bespreekstuk naar de raadsvergadering van deze maand zal gaan. Dank u wel. Dan stel ik aanwezigen, we hervatten de vergadering. Meneer Nijkamp heeft de vergadering verlaten om blije omstandigheden. En daarmee willen we hem feliciteren. Een klein zoon. En dat is fijn. Wat fijn. Hij werd tijdens de vergadering gebeld of geïnformeerd, begrijp ik. We gaan verder met agenda punt 7 voor ons ligt. En dat is locatie Janssen Lemelenveld. En het voorstel is om de stedenbouwkundige visie Kloostertuin Lemelenveld vast te stellen. De voorgestelde invulling zoals die... de voorgestelde invulling van de stedenbouwkundige visie voor deze locatie heeft de Raad in 2014 vastgesteld, maar die bleek niet haalbaar. En op basis van de visie De Blik op het Kanaal van Lemelenveld is een nieuwe stedenbouwkundige visie opgesteld met een haalbaar woningbouwprogramma. En de Raad wordt gevraagd de stedenbouwkundige visie Kloostertuin Lemelenveld vast te stellen. Ook hier weer behandeling in twee ronden. Waarin eerst vragen kunnen worden gesteld en daarna gaan we naar uw opinie. Wie heeft de vragen hierover? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Eén hoofdvraag. Zoals gememoreerd hebben we ondertussen een hele mooie kanalenvisie in Lemelenveld. Door een heel mooi proces tot stand gekomen met erg veel goede handvaten voor de ontwikkeling van Lemelenveld. En als we dan volgens naar dit plan kijken, dan zien we een heel goed, mooi uitgewerkt, wat ons betreft prima woningbouwprogramma en uitgewerkt kavelstructuur. Maar we zien nog niet veel terug van dingen zoals de aanleg van de voetgangersroute, aanleg van een terras, verkeersluwmaker, schoolstraat, allerlei dingen die in de kanalenvisie genoemd zijn. En wij vroegen ons af waar dat om in zit. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer De Graaf, D66. Ja, voorzitter, dezelfde vraag eigenlijk, met die toevoeging dat in het raadsvoorstel wel aan de raad wordt overgelaten om die wens uit te spreken. Dus de vraag van mijn kant is dan vooral waarom niet direct meegenomen in dit voorstel. Dus het gaat om die omgeving. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in de duurzaamheidsparagraaf van het raadsvoorstel lezen we goede, maar toch ook algemeen te verwachten uitgangspunten bij nieuwbouwprojecten, zoals het afkoppelen van regenwater. Locatie Janssen kan met de centrale ligging en uitstraling in de ogen van de CDA-fractie bij uitstek een voorbeeld worden voor andere ruimtelijke ontwikkelingen. Wil de wethouder samen met de ontwikkelaar bij wijze van pilot de mogelijkheden verkennen om nog een stapje meer te doen op het gebied van duurzaamheid? Heldere vraag, meneer Kouwen. Kijk naar links, geen vragen. Meneer Ellenbroek, gemeentebelang. Ja, voorzitter. Ik had nog een specifieke vraag over de elementen die weggehaald zijn uit het oorspronkelijke plan. Het gaat mij een beetje over om de kruising Weerthuisweg-Schoolstraat. Deze kruising wordt toch gezien als vies, onvriendelijk en gevaarlijk. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Nog meer vragen? Dan wil ik het woord geven aan de wethouder. Meneer Agricola. Ja, voorzitter. De fractie die vragen hebben gesteld gaat hoofdzakelijk om de kruising Weerthuisweg-Schoolstraat en de zaken die daarom heel spelen, ook met name dat terras aan het water, het voetpad enzovoort enzovoort. Daar komen wij als college met een apart plan naar u toe. Dus wat dat betreft, we gaan eerst dit realiseren en dan gaan we dat realiseren. Dat is in die zin van het doel om u daarin mee te nemen.
De doel was eerst ook om met name daarvoor het klooster een voetpad aan te leggen tot de schoolstraat. Maar achter zit de welkooplocatie en de welkooplocatie heeft er op, met name op aangedrongen om met name die verbindingsweg die er nu loopt open te houden voor haar bedrijf. Maar mocht in de toekomst de welkooplocatie naar een andere locatie gaan, dan is het wel zo gemaakt dat wij het aan kunnen passen. Dat is even aangaande dat gebeuren. Dus nogmaals, wij komen met een apart voorstel richting de raad aangaande kruising Withuisweg Schoolstraat en het hele verkeersplan daaromheen. Is dat voldoende antwoord op de vraag? Nog één vraag de heer Kouwen. In die zin van over duurzaamheid. Zou je nog verdere duurzaamheidsmaatregelen toepassen, dan zit daar zeer zeker een kostenplaatje aan vast. En wat dat betreft, dat deze locatie hier gemaakt wordt in Lemerveld, met name op een beeldbepaalde plek van Lemerveld, we wilden kwaliteit daar hebben, maar het moet wel kostendekkend zijn. Dus zouden we meer duurzaamheidsmaatregelen zouden doorgevoerd hebben, zouden het kostprijsverhogend doorwerken, wat natuurlijk de doelgroep die we daar graag willen huisvesten, daar niet makkelijk op zou worden. En er is ook gekeken, er zijn ook de provinciale potjes om dat verder te verduurzamen. En die waren er helaas niet. Dus het is altijd keuzes maken. We zijn een duurzame gemeente, maar wat dat betreft meer zat er op dit moment niet in. Zou we kunnen, zou dus het een kostprijsverhoging effect hebben. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Agricola. Wilt u daar nog op reageren, meneer Kouwen of andere commissieleden? Voorzitter, ik neem hem mee in de opinie straks. Nou, dan geef ik daar nu de aftrap voor. Dan begin ik dan gelijk maar. Ja. De stedenbouwkundige visie uit 2014 bleek helaas niet het gouden ei te zijn. Zoiets kan gebeuren en het is daarom goed om te zien dat de uitdaging nu opnieuw wordt aangegaan. De CDA-fractie ziet het namelijk nog steeds zitten om op woningbouw te realiseren op deze bepalende locatie in Lemelenveld. Enthousiast hebben we kennis genomen van de nieuwe visie. De bouwstijl en de koppeling met het voormalige klooster vinden we geslaagd. Ten aanzien van de verkeerssituatie willen we aandacht vragen voor de fietsveiligheid op de Industriestraat en de in onze ogen onoverzichtelijke kruising Industriestraat-Schoolstraat, zoals het GB ook al aangaf. Om mee te nemen in een apart voorstel en de nieuwe GVVP, maar ook om te beschouwen bij de ontwikkeling op locatie, waar het maar uitkomt. De CDA-fractie hoopt dus van harte dat de locatie nu de invulling krijgt die het verdient. Wat ons betreft, dus met extra inspanningen op het gebied van duurzaamheid, bij nieuwbouwprojecten is er immers veel winst te behalen. De door de gemeenschap van Lemelenveld opgestelde woonvisie stipt hier trouwens ook het belang van aan. Hierin wordt de waarde benoemd van bouwen met aandacht voor verlaging van de energielasten. Kortom, we verwachten van het college ook een hoog ambitieniveau. En wees creatief daarin. Dus bijvoorbeeld door te koppelen aan die lagere woonlasten. Wellicht zijn die kosten op die manier toch nog op een andere manier te verdelen. We komen hier komend weekend bij de raadsconferentie over duurzaamheid ook nog over te spreken. Dus nemen we het daar ook in mee. Tot zover. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broer, het partij van de... Dank u wel, voorzitter. Wij zijn op zich zeer content met het aanpakken van deze toch wel rotte kies in het straatbeeld van Lemelenveld. Ook tevreden zijn wij met de kwaliteit van de woningbouwplannen op de locatie. Maar zoals gezegd, ook al een beetje in de vraag, vonden we het jammer dat nu alleen de woningen gerealiseerd lijken te gaan worden, terwijl alle overige winstpunten die behaald hadden kunnen worden voor de ruimtekwaliteit en die erg mooi omschreven zijn in de kanalenvisie niet aan bod lijken te komen. Maar gezien de toezegging van de wethouder zijn we erg blij dat wij alsnog daar een plan voor tegemoet kunnen zien. Tenminste, zo heb ik het begrepen. En dus is ons oordeel, want dat mag ook meteen volgens mij prima doen. Mooi. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer De Graaf, D66. Ja, voorzitter. Goed voorstel, mooi plan. En blij met de toezegging dat er een apart omgevingsplan komt. Akkoord met het voorstel. Dank u wel voor uw reactie. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. In grote lijnen kunnen wij ook met dit plan leven. We vinden het mooi. Zo hebben we er in de fractie ook over gesproken. Het enige wat ook hier weer bij ons speelt is dat we vinden, ja, het is wel
omdat het kostendekkend moet zijn, logisch dat je zoekt naar het maximaal haalbare, maar toch een vorm van verdichting. En we willen zo graag een groen dorp zijn. Dus daar zit voortdurend de spanning op. Dus die vraag die wil ik ook hier weer stellen. Misschien dat de wethouder daar toch nog iets over kan zeggen. En dat is niet alleen maar een vraag, maar dat heeft meteen te maken met die beschouwing. Verder vinden we het mooi zoals dat klooster, dat voormalig klooster, opnieuw wordt ingepast. Misschien wel ook dat weer een beetje aan de krappe kant, maar wel mooi. De kwaliteit van de overige woningen, ja, dat ziet er allemaal goed uit. Dus wij kunnen leven met dit plan, met de kritische kanttekening van, is dit niet te veel verdichting? Had het niet anders gekund, maar ook wel met begrip. Dank u wel, meneer Nijburg, voor uw reactie. Meneer Ellenbroek, gemeente Langen. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de tweede keer buigen wij ons over de stedenbouwkundige visie van deze locatie. Dit keer een aangepast plan waarbij minder wooneenheden worden ontwikkeld en delen uit de kanaalvisie zijn losgelaten. Dat dit is gebeurd kunnen wij ons voorstellen, want we moeten de realiteit ook niet uit het oog verliezen. Het plan zoals het nu is uitgewerkt ziet er fraai uit, met name het terugbouwen van het voormalige klooster, zoals dit ook in het oorspronkelijke plan was opgenomen. De locatie Jansen is beeldbepalend voor het westelijke dorpsdeel van Lemmelenveld. Met deze nieuwe invulling ontstaat een grote verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voorzitter, wij gaan akkoord met het voorstel en spreken de hoop uit dat op korte termijn de eerste bewoners zich kunnen vestigen. Dank u. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Meneer Schuring, VVD. Nou, voorzitter. Ja, we kunnen niet meer bowlen in Lemmelenveld, maar dat is al een tijdje. En de brandweer die is straks een mooie oefenlocatie ook kwijt. Maar daarmee krijgen we er wel wat moois voor terug, volgens mij. Het lijkt me goed dat de bouw losgekoppeld wordt van de omgeving. En ik denk dat gaat onze kant op komen. Dus ik denk dat dat een goed punt is. Wat me nog wel een beetje tussen de regeltjes net opviel, was dat er werd aangegeven, en misschien quote ik hem verkeerd, maar door de beperkte duurzaamheidsregels ligt dit dan wel goed in de markt. En daarbij krijg ik dan een beetje de nare smaak in de mond dat Nieuwe Landen 2 door die regels dan dus niet goed in de markt ligt. En ja, dat voelt nog niet helemaal lekker, maar dat is een kanttekening. Die nuance is aangebracht. Ik concludeer dat alle fracties hebben aangegeven voor te zijn. Er is een toezegging gedaan door de wethouder dat de verkeersveiligheid en verdere invulling van de omgeving in een apart voorstel met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit en visie op het kanaal verder opgepakt wordt in een apart voorstel, zoals ik al zeg. En de ChristenUnie heeft nog een nuance aangebracht met betrekking tot de verdichting in relatie tot de groene gemeente die we willen zijn, en CDA heeft met name over duurzaamheidsambitieniveaus aangegeven daar ook in de komende conferentie, heet het, op terug te zullen komen. Ik concludeer unaniem voor, daarmee is het een akkoordstuk voor de gemeenteraad. Ik dank u wel voor uw inbreng en voor uw reacties. En daarmee is agenda punt 7 en wil ik overgaan naar de meerjarenprognose grondexploitaties. Meneer Van Leeuwen is de portefeuillehouder. Meneer Wim Henk Pegeman schuift aan. Van harte welkom. Dat is ambtelijke ondersteuning. En middels het meerjarenprognose, middels de meerjarenprognose grondexploitaties wordt de raad geïnformeerd over de actualisaties en ontwikkelingen binnen de grondexploitaties van de gemeente Dalsen. Afgelopen donderdag was er een technische sessie waar achtergrondinformatie gehaald kon worden. En er wordt voorgesteld om de meerjarenprognose grondexploitatie 2016 vast te stellen. Het positieve resultaat ten gunste van de algemene reserve grondexploitaties te brengen en dit te verwerken in de jaarrekening van 2015 en de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van het kaststroomoverzicht te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar. Ik stel voor behandeling in 2 ronden, een informatieve ronde waarin u vragen kunt stellen en daarna de opinierende ronde, waarbij ik op wil merken vragen met betrekking tot het vertrouwelijke stuk het kaststroomoverzicht, zoals dat is benoemd bij de vergadering. Die vragen kunnen nu niet gesteld worden. Heeft u daar vragen over? Of naar aanleiding daarvan wilt u daar iets over opmerken, dan zal de commissie in een vertrouwelijke vergadering
moeten worden gehouden wat betreft dat agendapunt. Voor nu wil ik u erop wijzen dat u ook niet mag citeren uit dat kasstroomoverzicht. Wie heeft de vragen? Meneer Hof, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. Onze technische vragen zijn keurig beantwoord afgelopen donderdag. Dus voor ons blijft er eigenlijk één vraag over. In het gemeentelijk economisch beleid noemen we Leemleveld en Nieuw-Leuzen als kernen waar stuwende industrie plaats kan vinden. Bijna alle industriegronden liggen echter in Nieuw-Leuzen en weinig in Leemleveld. Kan de wethouder aangeven hoe hij denkt hier enige balans in te zoeken, CQ aan te brengen? Dank u wel, meneer Hof, voor deze vraagstelling. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat vraag was ook onze vraag, dus ik zal hem niet nog een keer stellen. We hebben nog een aantal andere vragen. En de tweede is dan, is er iets bekend over het effect van gasloos bouwen in Leemleveld en Oosterdalse? Geeft het nou juist meer belangstelling of juist niet? Zetten we daarbij, bij dat gasloos bouwen, voldoende in op jonge gezinnen, hun behoeften en wensen? Een laatste vraag gaat over de tekort. Uit de stukken blijkt een tekort aan sociale huurwoningen. Heeft het college mogelijkheden om daar iets aan te doen of nog meer in overleg te gaan met de woningbouwverenigingen? Dat waren onze vragen. Dank u wel, meneer. Mevrouw Lasje, neem me niet kwalijk. Meneer Broer, de Partij van de Arbeid. Ik wilde graag aansluiten bij de laatste vraag van de ChristenUnie over de sociale woningbouw. Die had ik ook. En de tweede is, wij hebben kunnen lezen dat we het instrument van grondprijsdifferentiatie in gaan zetten. Eindelijk mag ik wel zeggen. En de vraag is eigenlijk, want we hebben het daar al een aantal keren over gehad, ook al in de campagne kan ik me nog herinneren, was het een thema. Waarom is er voor gekozen om dat op dit moment toe te gaan passen? En dat was het voor nu. Dank u wel, meneer Broer. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie spreekt zijn waardering uit voor de notitie. Deze is duidelijk en overzichtelijk. Toch hebben we nog enkele vragen. Deze vragen hebben ook betrekking op de beschikbare gronden bedrijventerreinen. Zoals al eerder gezegd, Leemleveld en Nieuw-Leuzen zijn aangewezen als de plekken waar nog uitbreiding op industrieterrein zou plaatsvinden. En Dalsen is aangemerkt als recreatiegebied. Zoals al net ook gezegd, in Leemleveld zijn al een paar kavels beschikbaar. Hoe ligt de behoefte op dit moment in Leemleveld? En als er meer behoefte is, hoe gaat het college aan deze vraag voldoen? Een tweede vraag. In Dalsen is geen bouwgrond beschikbaar. Stel dat hier bestaande bedrijven willen uitbreiden, worden ze dan verwezen naar Nieuw-Leuzen? Zijn we als gemeente hierover in gesprek met ondernemers of de ICD? En wat zijn de meningen daarover? En vraag 3 heeft ook betrekking op Dalsen. Wordt er nagedacht over revitalisering, optimalisering van het bedrijventerrein in Dalsen om bestaande bedrijven mogelijkheden te geven? Revitalisering. Nog meer vragen? Meneer Schuring, VVD. Dank u, voorzitter. Ik zou graag ietsje meer willen weten over de status van de uitgifte van kavels. Oosterdalsen en Nieuwe Landen 2 zijn twee van die plekken. En Oosterdalsen, daarvan had ik eerder al een keer begrepen, dat in week 15 de intentieovereenkomsten gestuurd zouden worden aan de kopers. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat in aantallen zit. En of daar al wat over te zeggen is ten opzichte van de doelen die hoogstwaarschijnlijk wel in een NPG mee wegen. Eigenlijk geldt dat ook een beetje voor Nieuwe Landen 2. En ik hoorde aan de overkant al de vraag met betrekking tot het gasloos bouwen en de aantrekkelijkheid van deze kavels. Of dat misschien inderdaad locatie Janssen aantrekkelijker kan zijn. Dus ik stel hem niet nog een keer. En een heel kort vraagje. Is er in deze NPG rekening gehouden al met de initiatieven voor de komende 2 jaar om die 190 statushouders woonruimte te voorzien? Of is dat hier nog buitengevallen vanwege het tijdspad? Dank u wel voor deze vragen. Dan constateer ik dat alle vragen gesteld zijn voor nu. Mag ik het woord geven aan de wethouder? Meneer Van Leeuwen, heeft u het zo snel bij kunnen benen? Ja, ik leer steeds sneller schrijven, mevrouw de voorzitter. overigens hoop ik dat u met mij constateert dat er toch ook echt een aantal vragen op het pad liggen van mijn linkerbuurman, de heer Agricola. En ik zou u willen vragen om hem die dan te willen laten beantwoorden. Gemeentebelangen constateert dat er het evenwicht zoek is tussen de beschikbare bedrijvengronden, industriegronden, Leemleveld en Nieuw-Leuzen.
Ik zou bijna zeggen gelukkig, maar want wij prijzen ons bijzonder gelukkig dat het in Lemelenveld toch gelukt is om een heel groot bedrijf, Tielbeke, om die daar de benodigde grond aan te verkopen en die vast te houden als zeer grote, belangrijke werkgever voor Lemelenveld. De vervolgvraag daarop van CDA is hoe ligt de behoefte en hoe groot is de belangstelling? Als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. De belangstelling is groot. Als ik de belangstelling moet afmeten, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we over een half jaar daar eigenlijk geen gronden meer hebben. Althans als gemeente. Want er ligt wel nog een heel groot stuk grond wat herontwikkeld zou kunnen worden, maar wat in handen is van een particulier. Dan is er nog een locatie voor wonen en werken, waar een voormalig varkensbedrijf heeft gezeten langs het kanaal. En daar tussen dat bedrijf en Mesterbelt ligt een locatie waar nog geen bestemming bedrijventerrein op zit. En daarover zijn we in onderhandeling met de provincie, omdat ook daar al een potentiële koper zich voor heeft gemeld. En dan zit het in Lemelenveld wat dat betreft even krap. En moeten we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Alleen de provincie heeft heel duidelijk aangegeven dat dat maar zeer beperkt het geval zal zijn. Dus we moeten dan gaan kijken in overleg met de provincie wat er kan. Gasloos bouwen dat, en tekort aan sociale huurwoning, dat laat ik toch even aan mijn collega. De Partij van de Arbeid zegt, grondprijsdifferentiatie, waarom gaat u dat op dit moment invoeren? Nou, u heeft een memo gekregen dat we dat op dit moment niet willen invoeren, maar dat we daar in november op terugkomen. Overigens was dat om te komen tot grondprijsdifferentiatie een verzoek van de Raad als zijnde een stimuleringsmaatregel in de periode dat de kavels niet of nauwelijks verkocht werden, de jaren die achter ons liggen. Het is dus de vraag, en dat kunt u afmeten aan de verkopen die we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en die we dit jaar zullen realiseren, of u nog steeds verder wilt met die grondprijsdifferentiatie, maar daar komen we dus in november op terug. Waarom dan pas? Nou, de drie redenen hebben we u gegeven. Wij zijn er erg bang voor dat als we nu aangeven dat we per 1 januari 2017 bepaalde plekken lagere prijzen zouden komen, dat dan die verkopen absoluut zouden gaan stokken. En dat is het laatste wat we zouden willen. Dat is één van de redenen overigens. Bedrijventerrein Dallofse geen ruimte. Nou, er is nog wel wat beperkte ruimte. Revitalisering, ja, die is op dit moment in volle gang. Samen met ICD en de afdeling Economische Zaken wordt er gewerkt aan een revitaliseringsplan. En daarover is men duidelijk met elkaar in gesprek. De status van de uitgifte, die vraag ik toch ook even aan mijn collega. En kijk ik even naar de heer Pegerman, maar met de taakstelling statushouders hebben wij nog geen rekening gehouden. En dat heeft inderdaad te maken met het tijdspad, meneer Schuring. Dat liep niet parallel. Ik denk dat ik de vragen die aan mij gesteld zijn zo heb behandeld, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Dan wil ik meneer Pegerman vragen om de... Of gaan we eerst naar meneer Agricole? Ja. Oké. Nou, nu het woord. Neem me niet kwalijk voor de verwarring. Goed. Sociale huurwoningen. De beide coöperaties hebben naar aanleiding van de nieuwe woningwet en de situatie op de sociale woningmarkt zich herpositioneerd. En we zijn druk met hun in gesprek. En met name ook de voorgesprekken om te komen tot de prestatieafspraken die bij spreken gemaakt worden naar aanleiding van de woonvisie die u gaat vaststellen. De komende jaren zal Vecht, Horst ongeveer 300 sociale huurwoningen toevoegen aan de woningvoorraad. En dat zal hoofdzakelijk zijn in Dallofsen en in Nieuw-Leuzen. Als je kijkt op korte termijn,
Dan begint men weer te bouwen in Nieuw-Leuzen, in de Westerbouwlanden. Men begint te bouwen een 36-tal in één keer in Oosterdalfsen. En men hoopt einde van dit jaar ook van start te gaan met de bouw van 18 appartementen hier in het centrum op de voormalige Pinia-locatie. Maar die plannen zijn dus, de tekeningen zijn klaar, maar daar komen we nog bij uw richting als raad op terug. Dat op de korte termijn, maar op de lange termijn een ruim 300. Wetende dat wij de komende 10 jaar 1022 woningen mogen toevoegen aan de woningvoorraad van de provincie. We hebben een woonquota gekregen. En dat zijn harde plannen en zachte plannen. Dus daar komen we als gemeente Dalfsen komen er mee uit. Het gasloos bouwen. Dat was vroeger toch een onderwerp van gesprek. Maar we zien nu met de kabeluitgifte van Oosterdalfsen is dat momenteel geen item meer. In die zin, bouwers zijn erop ingespeeld en kopers zijn erop ingespeeld. Wij hebben in de uitgifte van de kabels, er zijn 4 kabels niet uitgegeven. Dat betreft 4 kabels voor een vrijstaande woning. Alle 2 onderinkapskabels zijn weg, onder voorbehoud van financiering enzovoort enzovoort. Er zijn nog mensen die hier buiten stonden te huilen omdat ze geen 200 kapkabel hadden. We hopen dat we die ook alsnog kunnen te kunnen voorzien. Als mensen dus de financiering niet rond kunnen krijgen. Maar daarnaast is er ook een plannetje van Bongers. Met hele mooie woningen, rijwoningen. En daar zijn, wat ik heb begrepen, 21 mensen die hebben daarvoor ingeschreven. En volgende week worden die toebedeeld. We zien ook in Nieuw-Leuzen dat daar volop gebouwd wordt, dat daar ook weer sociale koopwoningen worden gebouwd. We zien in Lemerveld is met name een hele straat vol gebouwd, gasloos. Die zijn allemaal verkocht en we zijn op de woeste grond zijn er een aantal mensen in gesprek voor een vrijstaande kabel. En met name ook de kabels in de Nieuwlandstraat, die 2, daar zijn we druk bezig. En de Driepuntsbrug hopen we dat we daar ook mee van start gaan. Dus beste mensen, volop bouwreuring in de gemeente Dalfsen. Ook in Oud-Leuzen zijn we in gesprek met een aantal partijen en ook in Hoornhorst. Dus er gebeurt genoeg, beste mensen. We houden de wind eronder en de gang erin, zodat iedereen die wil bouwen, kan bouwen. Particulier, maar ook de sociale hoek, vergeten we niet, mevrouw Lassen. Iedereen, we hebben een groot hart, dat past iedereen in. En ook bij het projecten van SAOW, dat project met dus die dure huurappartementen, daar was het een eis, gasloos bouwen. En we hebben gezegd, gaat u niet gasloos bouwen, gaat het feest niet door. En ze hebben daarmee ingestemd. En wat dat betreft, ook daar is voldoende belangstelling. Dan de statushouders. Daar is mijn collega Maurice Martels verantwoordelijk voor. Dus die kan het beste iets over zeggen qua dus de huisvesting van de statushouders. Ja, maar dat was de vraag niet zozeer, want het ging puur of dat we er rekening mee hadden gehouden. En dat hebben we dus niet kunnen doen. En misschien mogen we nog wel reageren op de heer Agricola? Gaan we even naar de beantwoording volledig en dan gaan we erop reageren. Dank u wel. Ik denk dat het goed is om nog even te melden vanuit de technische sessie, voorzitter, dat we daar hebben afgesproken met de aanwezigen dat we de tabel, zoals die op bladzijde 5 staat, nog van 2 kolommen gaan voorzien volgend jaar. Waarbij de aanschafwaarde en de boekwaarde ook zijn opgenomen, zodat het geheel beter leesbaar wordt. Dat was een goede tip. En op verzoek gaan we ook nog een kleine passage toevoegen in de inleiding. Waarbij we aan gaan geven dat doordat de Raad van Dalfsen in het verleden besloten heeft om niet al winsten voor 50% of 20% verwachte winsten in te gaan boeken, we nu in deze gunstige positie zitten. Dat was het verzoek om dat toe te voegen en dat wil ik graag bij deze toezeggen. Dank u wel voor deze toezegging, meneer Van Leeuwen. En ook een duidelijke toezegging. En
de beantwoording rondom de statushouders is daarmee gedaan. Wie heeft er nog een aanleiding van de beantwoording? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Niets afdoende aan het enthousiasme van de wethouder over de bouwhoede. Want bouwen zullen we en daar zijn wij ook zeer blij mee, dus hartstikke goed. Alleen, ik wil wel nog een keer benadrukken dat wij de afgelopen periode steeds meer en ook steeds vaker signalen krijgen, ook als partij. Vooral met name van jongeren die zeggen van ja, ik wil heel graag in Dalfsen wonen en ik woon nu in een dorp verderop, buiten onze gemeente zou ik maar even zeggen. En dat is echt een acuut probleem wat ons betreft. En wij hopen dus ook dat het toegezegde plan en het overleg, vooral met de Vechthorst, zal leiden tot een verbetering in die situatie. Want die situatie vinden wij echt onwenselijk. Even kijken, daar wou ik het maar eerst in instantie hebben laten. Dank u wel, meneer Broeren. Verder niet naar aanleiding van de beantwoordingen wil ik voorstellen om uw opinie te brengen in de discussie te gaan voor zover. Mevrouw Rameman, CDA. Voor ons ligt een duidelijke rapportage met een positief resultaat. Hier zijn we als CDA-fractie erg blij mee. Toch hebben wij zorgen over de bedrijventerreinen, vandaar ook onze vragen. De aanwezigheid van bedrijven is nodig voor de leefbaarheid in de kernen. Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van onze verenigingen en vrijwilligers door deze sponsoren. Hier dragen de lokale ondernemers een behoorlijke steen aan bij. Als dat moeten missen, betekent dat ook iets voor het verenigingsleven en dus voor de leefbaarheid in de kernen. Het is dus belangrijk om met ondernemers en over hun wensen en plannen in gesprek te blijven en daarop te anticiperen en te ondernemen. Revitalisering is dus al toegezegd, is in Dalfsen al in volle gang en uitbreiding in Limburg-Veld zou hier een antwoord op kunnen zijn. Wij vragen het college hier alert op te zijn, in gesprek te blijven en tijdige actie te ondernemen. En daarnaast is de provincie, werd er net gezegd, in Limburg-Veld zijn we afhankelijk van de provincie. Maar de provincie geeft ook aan dat werk en wonen dicht bij elkaar moet zijn. Dus misschien is dat een mooi punt om mee te nemen richting de provincie in de onderhandelingen daarvoor. Dat de besluitvorming omtrent de prijsdifferentiatie grondprijzen wordt uitgesteld, kunnen wij ondersteunen. Ondanks dat de CDA-fractie heeft gevraagd om met een voorstel te komen tijdens deze bespreking. Conform afspraak zien we deze nota dan ook graag in november. Conform ons voorstel wordt gevraagd de NPG vast te stellen. Nou, het rapport geeft een goed beeld over hoe we nu voorstaan als gemeente op het gebied van grondexploitaties. Die CDA-fractie kan dan ook instemmen met deze rapportage. En tevens ook met de boekingen richting het positieve resultaat richting de algemene reserves. En de geheimhouding gaan wij ook akkoord mee. Dank u wel, mevrouw Rameman, voor uw reactie. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Aanvullend aan de eerdere opmerkingen, dank voor deze prognose. Het is verder een zeer helder verhaal en daar wou ik het bij laten. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, er ligt een goed en helder uitgewerkte prognose grondexploitatie voor de komende jaren, geactualiseerd met de laatst bekende gegevens. We vinden het positief dat er ook een goed risicoanalyseprogramma wordt toegepast, waardoor de ontwikkelingen strak gevolgd kunnen worden. De vragen die we hadden zijn tijdens de technische sessie besproken en toegelicht. Waardering voor de aanpak en de presentatie. De fractie van D66 stemt in met het raadsvoorstel. Fijn, dank u wel. Meneer Schuring, VVD. Ook VVD stemt in. Ik ga het lekker kort houden. Dank u wel. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, dat is mooi dat het kort gehouden werd. Dan heb ik iets meer tijd. Dat komt goed. Dank u wel. Het is niet de werkwijze in deze vergadering, meneer Hof. Ik neem toch een beetje tijd. Ook dit jaar heeft het NPG, geeft een helder beeld, duidelijk beeld, positief resultaat, dank daarvoor. Het is goed te lezen dat de voorraad van bouwgronden op orde is en dat we voor de komende jaren aan de vraag kunnen voldoen. Het herstel van de woningmarkt voor bestaand en nieuwbouw, dat zet door en de hypotheekmarkt lijkt de komende jaren gunstig. Tijdens de behandelingen in 2015 hebben we gevraagd om de woningbehoeften scherp te volgen. En dat hebben we gedaan omdat we juist daar grote veranderingen verwachten. En in het woonbehoeftenonderzoek, met name hoofdstuk 5 over de tekort en overschotten per segment, dan wordt dat ook bevestigd. Wat je ziet is 2025 forse tekorten in de sociale huur. Daar vinden we elkaar wel als het gaat om de opmerkingen van de PvdA. En luxere seniorenhuisvesting, daar blijkt een behoorlijk tekort aan te zijn. En vrijstaande woningen en twee kappers in het buitengebied en in de kernen, daar is er minder behoefte aan. En daarnaast hebben we ook
de afgelopen periode kunnen vernemen dat die druk nog groter wordt door de huisvesting van statushouders. Dus wat ons betreft tempo maken met de segmenten waarover 10 jaar de tekorten te verwachten zijn. En een gezonde tred houden met de uitgifte van de geplande bouwkavels. Dus ik onderschrijf het enthousiasme, maar enige terughoudendheid zou misschien nog wel eens op de plaats kunnen zijn als je kijkt op de lange termijn. Met betrekking tot de industriegronden in Lemelenveld hebben we het antwoord van de wethouder gehoord en willen we graag de genoemde alertheid, welke het CDA ook noemde, onderschrijven. En voor het overige vinden we het prima stukken, kunnen we met tevredenheid instemmen met de voorstellen. Dank u wel, meneer Hof. Desondanks best kort hoor. Ja. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden het een goed rapport, duidelijk, overzichtelijk. Ook de achterliggende rapportage over woonbehoeften geeft veel duidelijkheid over hoe onze inwoners denken over wonen, werken en welke behoefte er bij hen is op deze terreinen. Het gaat om grote belangen en daarmee is nut en noodzaak van een geactualiseerd NPG duidelijk. Twee punten. De inhoudelijke belangen rond ondernemen en wonen. Bij beide zijn knelpunten benoemd. Het industrieterrein in Lemelenveld is bijna vol. Andere fracties noemen dat ook. En tweede is toch het punt van de sociale huurwoningen. We hopen dat de woningbouwverenigingen net zo enthousiast zijn als de wethouder. Dan moet het zeker goed komen. Twee gaat over de financiële belangen. Er gaat een aanzienlijk bedrag naar de algemene reserve. Het zal niet elk jaar zo zijn, maar daarom ook is het goed dat dit NPG er is. Wat onze fractie betreft prima om het besluit rond differentiatie grondprijs op te schuiven. Voorzitter, we kunnen met deze rapportage met de overige voorstellen instemmen. Dank u wel. Fijn, dank u wel. Daarmee heb ik alle partijen volgens mij gehad. Ik kijk even rond. Ja, dan is daarmee de meerjarenprognose grondexploitaties voor 2016 behandeld. Unaniem akkoord van de fracties en er zijn een aantal aandachtspunten meegegeven. Revitalisering blijft moeilijk woord vinden. Tijdig schakelen op de woonbehoefte in 2025 zoals die in het onderzoek is benoemd. Met name sociale huur, de vestiging van statushouders en de luxere seniorenhuisvesting is genoemd. En wat minder inzetten op 201 kappers en vrijstaand in de kernen. Dus werk maken van toekomstige vragen wordt daarin benoemd. Nou, Lemelenvelds industrie is al gezegd. En u wordt gecomplimenteerd met de duidelijke rapportage en de informatie die is geleverd. En daarmee concludeer ik dat het als akkoordstuk naar de gemeenteraad mag. En dank ik u voor uw inbreng. Dank meneer Peggeman voor uw aanschuiven. En ik wil hiermee agenda punt 8 afronden. Gaan we over naar agenda punt 9. Kun je die op het scherm zetten? Dat is de sluiting. En daarmee wil ik de vergadering sluiten. U danken voor uw inbreng nogmaals. En ik concludeer om 21:47 dat we de vergadering sluiten. Nogmaals hartelijk dank.